Bewustzijn bij Dit is mijn toekomst. Ik ben Nienke, energetisch werker, bewustzijnscoach en healer en medium. We gaan het vandaag hebben over ontvangen en een stukje overvloed kunnen ervaren. En wat daar eigenlijk ook bij komt kijken en wat het eigenlijk energetisch ook zegt. Dat leek me eigenlijk wel een goed onderwerp, omdat er toch wel vaak ook mensen die natuurlijk spiritueel zijn of mensen überhaupt die gevoelig zijn, vaak ook veel geven en soms ook lastig vinden om te ontvangen. En daarnaast natuurlijk het stukje kwetsbaarheid, wat er ook daarbij komt kijken, om daar ook even aandacht aan te geven. Dus daar gaan we het over hebben. En ik wil natuurlijk iedereen welkom heten bij Facebook. Nou, Facebook kun je interactief meereageren. En dus mocht je dat willen, dat kan dan. Stel dat je dus bij YouTube bent of bij de website, dan kunnen jullie ook Dit is mijn toekomst bij Facebook intoetsen. En eventueel liken, dan krijg je elke dag een pop-up. We hebben ook avonduitzendingen. Gisteravond was er eentje en maandag. Dat is verschillend per maand, heb ik het idee. Dus dat is nog even te kijken in de agenda. Dat kun je ook bij de website zien. Wanneer wij in de avonden ook aanwezig zijn. En dat geven we ook wel aan op Facebook. Dus mocht je bij Facebook zitten. Dus wees welkom, zou ik zeggen. En bij Facebook, dus wat ik zei, kun je interactief meereageren. Dus ook over spiritualiteit. Dus eigenlijk ook, zat ik gisteren even te denken ook van wat gaan we het onderwerp over doen. Je mag ook gewoon vragen stellen over spiritualiteit. Dus stel dat je denkt van nou, ik heb eigenlijk wel een hele brandende vraag. Het mag ook natuurlijk van het onderwerp zijn, maar het mag ook andere dingen zijn. En bij YouTube ook welkom natuurlijk. Leuk dat jullie er zijn. Bij YouTube kun je niet mee reageren. Maar stel dat je het dus fijn vindt, dat kan dus bij Facebook. En bij de website zie je ook de collega's. Ook welkom, collega's, maar ook welkom de mensen op de website. Leuk dat jullie er zijn. En bij de website zie je natuurlijk ook de profielen. En je hebt daar ook de agenda. En je kunt ook alles daar bekijken wat we allemaal doen. Daarnaast de profielen van de collega's. We hebben mediums, we hebben paragnosten, we hebben astrologen, numerologen, healers. Maar daarnaast kun je natuurlijk ook terecht voor een luisterend oor. Ik zal ook eventjes mijn telefoon trouwens erbij pakken, zit ik te denken, voor zo meteen te kijken bij Facebook. En als je ze wil spreken, kan dat via het nummer 0909-8070 en dan optie 1 en een boxnummer. Ik zelf ben zo meteen ook bereikbaar na deze uitzending op box nummer 281. Dus eigenlijk even welkom heten iedereen. En ik ga ook nog even de kaarten erbij pakken. Die gaan we ook nog even doen voor het collectief. En Facebook heeft geluid zacht te zetten. Om zelf niet te horen. Jullie ook niet dubbel, denk ik. Neem even een slok. Ik zie gezellig Karin. Goedemorgen. Karin, leuk dat je er bent. Quinnet zegt goedemorgen, lieve Nienke. Goedemorgen. Sjaan zegt goedemorgen, Nienke. Goedemorgen. Quinnet zegt vroege vogel. Ik weet niet wie dat is. Denk Karin, denk ik. even zien. Nee, gij. Ja. Gerda zegt goedemorgen. Joke zie ik ook gezellig erbij. Goedemorgen allemaal. Jeanette zegt ook goedemorgen. En je mogen ook liken en delen eventueel als je dat fijn vindt. Of leuk, ja. Stel dat je dat wil, dat kan dat. Ik blijk ook eventjes. Leuk dat je er zijn natuurlijk. Ik ga eventjes even naar mijn... Wat ik allemaal wil gaan vertellen aan jullie natuurlijk. Mijn vraag is eigenlijk ook wel aan de kijkers en voor de mensen natuurlijk via de andere kanalen. Lukt het om overvloed te ervaren en te ontvangen? En dan ook eigenlijk dat stuk ook te voelen dat je in het bewuste veld bent in verbinding met jezelf. We zijn spirit, we zijn zielen, bewustzijn, energie. Iedereen heeft daar een andere term natuurlijk ook over. En we zitten in het voertuig, fysieke lichaam, het jasje wat je aan hebt. Dat is ook allemaal energie. En daarnaast zijn we natuurlijk ook onbewust, bewust, ligt er een beetje aan verbinding natuurlijk ook met je hogere zelf. Je hebt eigenlijk gewoon heel veel te maken met energie. En dat ligt een beetje afhankelijk van je, ook van je eventuele blokkades of wat je bewustzijn eigenlijk voor ervaring wil gaan maken in dit leven. Waar eventueel
ook stagnatie zit. Misschien tril je niet helemaal op je energie van je authentieke zelf. Mogelijk is het, heeft het te maken met je rode draad, dat je dus eigenlijk best wel lastig vindt om echt letterlijk te ontvangen. Dat kan echt ook letterlijk zo voelen, dat je het eigenlijk weet, ik kan ook echt niet ontvangen. Maar het kan ook zo zijn dat het een frustratie is. Maar het kan dus ook zijn dat, dat je het eigenlijk helemaal misschien niet eens bewust van bent dat het gebeurt. Nou, het ligt er natuurlijk aan waar je een beetje bent in het bewustwordingsproces. En waarom is dat eigenlijk heel belangrijk? Omdat je, als je vanuit het bewuste veld leeft, dan ga je eigenlijk ook vanuit het, het ontvangen, waar doorgangen zijn, waar oplossingen zitten, waar je overvloed kan ervaren. Het creatieve stuk, daar zit eigenlijk voornamelijk waar het gewoon stroomt. Waar je eigenlijk gewoon ervaart dat je dus eigenlijk kan ontvangen, maar ook kan geven, maar dat het eigenlijk stroomt, dat het in evenwicht is. En heel vaak gebeurt het toch wel dat mensen toch wel eigenlijk de shift maken constant van het bewuste veld en weer naar het doele tijdsveld. En in het doele tijdsveld merk je dat er tekorten zijn of dat er een stukje afwijzing is of een stukje verlies is. Of wat heb je nog meer? Oordeel. En als je daarin zit, dan kan het dus zijn dat je eigenlijk jezelf heel sterk beschermt. En dat je bang bent jezelf te verliezen. Dus je geeft heel veel. Maar je zit eigenlijk een beetje op slot. Dat er ook energie van ontvangen. Dus eigenlijk ook energiestroom van ontvangen naar jou toe mag komen. Omdat het eigenlijk ook te maken heeft met. Dan komt die kwetsbaarheid. En ja, een stukje ontvangen heeft ook met overgave te maken. Of met openstaan voor wat er binnen mag komen. En dat is wel een sterke vraag voor jezelf ook wel van, ja, lukt dat altijd? Of ben ik soms heel sterk in alert op mijn hoede of op controle bezig? Ik ga eens even kijken wat jullie erover te zeggen hebben. José zegt, goedemorgen. José, leuk dat je er ook bent. En voor de nieuwe kijkers natuurlijk ook welkom. Even zien. Dus lukt het? Dat is in ieder geval de vraag. Even kijken, het begint steeds meer te komen, zegt Karin. Goedemorgen Nienke en iedereen. Goedemorgen Anne, leuk dat je er ook bent. Ik ga eventjes... Karin zegt, nu weer al zo boeiend, herkenbaar. Ja, het is ook het stukje waarnemen van wat je gedachten doen. Dus wat ik eigenlijk ook al zei, van je bent een energie, je bent spirit. En je hebt natuurlijk fysiek lichaam, we hebben onze zintuigen... We gaan het soms heel vaak, nou ja, we doen dat eigenlijk gewoon heel persoonlijk de dingen pakken eigenlijk. Dus ook wat je denkt, wat je zintuigen eigenlijk ervaren, dat ervaar je of dat je dat bent. En het verschil vanuit spiritualiteit is eigenlijk dat je gaat ervaren wat je energie, wat je spirit, eigenlijk je waarnemer in jou, eigenlijk jouw ziel, eigenlijk je ziel eigenlijk ervaart. Wat hij eigenlijk waarneemt. En wat voor krachten daarin zitten. Wat eigenlijk je innerlijke stem. Wat de oefening die we heel veel doen. Het kompas naar jouw bewustzijn. Dat je dus echt het kompas eigenlijk durft ontarmen. En hetgene wat je bevestigd krijgt vanuit je hersenen. Vanuit je denken. Dus vanuit het hoofd eigenlijk. Wat die allemaal vindt. Dat je daar eigenlijk van... dat je dat laat gaan, dat je dat laat zijn, maar dat je daar niet het gaat vastpakken. Dat je dat gaat pakken of dat het waarheid is. En daar zit het hem eigenlijk in van wees bewust van je gedachten. En als je dan bewust wordt van je gedachten, dan ga je merken dat je misschien jezelf ontzettend naar beneden haalt. Of dat je heel erg bezig bent met misschien met anderen. Of dat je misschien bezig bent met het gesprek van gisteren of van vorige week. Of met gedachten loopt van ben ik wel, en dat is ook een mooi, ben ik wel goed genoeg? Dat is ook die ik wel heel veel naar voren kom bij mensen. En dat kan dus zorgen dat je dus in het dualiteitsveld terechtkomt. En dan heb je eigenlijk, het is allemaal zeg maar, een soort loopje van, of een trechtertje wat op een gegeven moment zo gaat lopen, steeds strakker wordt aangetrokken. En dan kijken vanuit de waarnemer van zit ik nu in verlies? Zit ik nu in afwijzing? Zit ik nu in oordeel? Zit ik nu in tekort? Dat je daar eventjes dat lijstje even afgaat en denk ik, ik zit dus in afwijzing bijvoorbeeld naar mezelf.
eigenlijk krijg afwijzing in het dagelijks veld. Hè? Dus eigenlijk door de mensen heen. Dat gevoel krijg ik ook. Nou, dat gevoel kan jij ervaren omdat het nog iets is, een onderdeel van jouw zijn. Dat je denkt. En wat je persoonlijk pakt. Dat is eigenlijk iets wat in je veld zit, in je bewustzijn. Maar ja, dat stukje is eigenlijk los van wat je bewustzijn eigenlijk is. Dus dat is eigenlijk iets wat je denkt. Maar toch gebeurt het. En dat is best wel dat je denkt, oké, hoe zit dat dan? Ja, dat heeft dus te maken met, als er afwijzing in je veld is, wat wijs je aan jezelf af? En dan te kijken van, oké, ik zit mezelf nu naar beneden te halen. Kom ik bij het volgende stuk. Bijvoorbeeld mijn waarde, mijn respect. Nou, en zo kun je dat ontcijferen. En dan merk je dus eigenlijk van, oké, wat is eigenlijk wat ik voor gemis ik ervaar in mijzelf? Welke aanvulling wil ik hebben buiten mezelf? Wat is niet opgevuld in mezelf? En dan ga je bijvoorbeeld kijken dan. Oké, wat mis ik eigenlijk? Wat is het gemis? Wat ervaar ik niet in mezelf? En dat dan op te vullen in plaats van buiten jezelf. Want dan ben je niet meer gehecht aan dat stuk. En dat bepaalt ook niet je bestaan dan buiten jezelf. Ik ga ook nog even een kaartje pakken natuurlijk voor het collectief. Ik ga ook nog even kijken wat jullie zeggen natuurlijk. Even kijken, Karen zegt nu alweer zo boeiend. Ja, dat zei je al. Gently Rose, Rose is Jo, geloof ik, hè? Goedemorgen. Hoe weet je dat wat binnenkomt je gids is? Dankjewel voor je vraag. Wat ik ervaar, kijk, het is natuurlijk wel op zich verschillend, denk ik ook wel per ervaring. Wat ik ervaar is dat het, als ik vanuit mijn innerlijke stem, vanuit mijn ziel communiceer, is het echt vanuit binnenuit. En de gids is voor mijn gevoel dus buitenaf, dus dan komt het ineens woordelijk of zinnen komen naar me toe. En dat wordt natuurlijk vertaald in gevoel of visueel of in handelingen die ik zou gaan doen. Dus op die manier weet ik dat het buiten mijzelf is. Het heeft ook te maken met als je mediumschap doet en je hebt contact met overleden dierbaren. Dat ervaar ik echt wel buiten mijzelf, dat het dan binnenkomt. Dus dat verschil kun je ervaren. Als ik nu praat of met energetisch werk doe, dan is dat wel echt vanuit het bewustzijn al wat is. Dus die informatie kan natuurlijk ook komen vanuit je gidsen. Maar dat is dus eigenlijk ook de afstemming wat je doet. Wat misschien makkelijk is om te doen dan, als je dat wil oefenen, is om een vraag te stellen aan je gids. En dan vervolgens de informatie te krijgen. En dan kun je hoogwaarschijnlijk wel voelen van, hey, dit komt toch echt wel vanuit een ander kanaal, om het zo te zeggen. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat je die trilling die de gids doorgeeft, dus die geeft een informatie, een trilling, en dat wordt in woorden omgezet in jouzelf. Dus het is niet zo dat je letterlijk iemand hoort praten. Het is net als dat er ook niet in de fysieke vorm iemand naast je staat die al overleden is. Maar dat is ook natuurlijk in een bepaalde vorm hoe dat wordt gemanifesteerd. Het heeft allemaal met energie te maken. Maar het is de energietrilling die ze doorgeven, die wordt wel vertaald door jouzelf. Daarom is het wel handig dat we in dit geval, in deze fysieke werkelijkheid, hersenen hebben die het kunnen vertalen. Dus daarom is dat is eigenlijk ook de ervaring, de belevenis in deze werkelijkheid, dat we leren omgaan om met dit fysieke lichaam om te kunnen gaan. En dat we niet het fysieke lichaam zijn, niet de programmering zijn, maar de zielen. En ook te beseffen dat je natuurlijk spiritueel wezen bent, dus eigenlijk ook een wezen bent. Alleen maar als je het letterlijk neemt, alles is trilling, dus ook jouw lichaam. Maar door jouw hersenen wordt het vertaald als een fysiek lichaam. Dat dus de gids of de engelen of de spirituele wezens,
Die zijn ook trillingen, alleen hebben ze geen fysiek lichaam. Dus er zit niet zo heel veel barrière tussen eigenlijk. Dat denken we wel, maar dat is het niet. Het is eigenlijk gewoon een ander veld wat je waarneemt. Misschien kun je daar wat mee. Dus iets wat niet te moeilijk denken. Laat dat maar in overgave. Zet een intentie. Wat ook handig is, is om jezelf eerst in neutraal stand te zetten. Dus de rust en de vrede, net als een meditatievorm. Dus nou ja, stel dat je dat lastig vindt, kun je ook hertsmuziek opzetten. Of misschien in een meditatievorm. En dat je dat dan probeert op die manier door intentie. Je hebt ook geleide meditaties waar je je gids kan ontmoeten natuurlijk. Dat kan je ook doen. Kaarsen. Even kijken. Oh, Quillen zegt. Quillen zegt. Iedere dag overvloed. Dankbaar voor mijn huis, tuin, gezondheid, lieve mensen in mijn leven. Mijn lieve hond, de natuur om me heen. Vogels die fluiten en zoveel meer. Dat ontvang ik elke dag. Hele mooie Quillen. Want ik had toevallig vanochtend nog een gesprek met iemand. Wat het ook is. Gewoon even praten, weet je wel zo. En wat het ook is van, waar richt je je aandacht op? Hè? Wat kan je zien? Dus wat krijg je eigenlijk ook dan bevestigd? En soms is dat ook een beetje een donkere vlek, of noem je dat? Een vlek voor ons. Dat we niet altijd kunnen zien wat er eigenlijk nog meer is. En dat gemis of dat verlies of dat het oordeel of die afwijzing, in ieder geval dat tekort, dat geeft dan de overhand. Dus dat ene dingetje bijvoorbeeld geeft overhang voor alles wat er eigenlijk is. Dus ik vind het wel een mooi voorbeeld. Jij staat op en je hoort het. Ik heb dat ook hoor. Op een gegeven moment vanuit de winter dan hoor ik ineens die vogels weer. En denk ik, oh heerlijk, de lente komt eraan. Maar ja, sommige mensen nemen dat niet eens waar. Niet dat ze misschien ook, vinden ze dat helemaal niet erg. Maar dat is wel iets wat er allemaal is. En nou, super fijn dat je dat ervaart zo. En dat je dat, dus de kleine dingetjes zitten er me ook in. Ook al zijn dit ook hele grote dingen die ik nu hoor en zie. Even kijken hoor. Dus dat is een mooi voorbeeld. Karen zegt, we zijn het allemaal niet en heb toch er last van. En mag helder helen ervaren. Ook de helderheid ervaren, wou ik zeggen. Maar die mag je ook, denk ik. We zijn het allemaal niet en heb ik er last van. En mag ik helen ervaren. Ja, dat klopt. Ga ik zo nog even op in. Son zegt, Power Lady Morning, alle mooie mensen. Goedemorgen, Son. Quillen zegt, ik ben niet goed genoeg. Ook zo'n leugen die we onszelf ego proberen wijs te maken. Ja, ik ben niet goed genoeg. Dat is echt een ding, ja. Karin zegt, half eeuw al. Eigenlijk echt afscheid van aan het nemen nu. Oh, Karin, ja. Die zegt, je kan het vergelijken met een gedachte. Je kan het vergelijken met een gedachte. Ja, ja, dit komt inderdaad, een gedachte komt natuurlijk ook. Kijk, als je natuurlijk in de stilte en je hebt een intentie of je hebt een vraag of je krijgt informatie door en je bent echt in het bewuste veld, dan is dat vanuit, kan dat vanuit binnenuit. Hè? Als jij gedachten natuurlijk binnenkrijgt, de gedachten kunnen natuurlijk wel eens verwarrend zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook je eigen gedachten zijn. Dus het is wel mooi als je dat vanuit een fijn en zuiver, als je dat vanuit een rustmoment, dus dat je geen gedachten hebt. En dan popt het op. Dan komt er een informatie naar je toe. Soms een prachtig thema. Dankjewel. Quillen zegt, Karin, uit de toppen, Karin, ben er ook los van aan het maken. Supergoed. Jo zegt, dankjewel. Er komt regelmatig ineens wat binnen. Vaak voel ik ze dan ook. Ik hoor ze een soort in je hoofd. Ja. Klopt. Kijk, en dat is wel mooi, want dan komt het ineens binnen. Kijk, en als je ineens binnenkomt, het is soms, dat is dus daarom het onderscheid te maken, hè? Want daar heb je het over. Kijk, voor mij is het dan vanzelfsprekend soort van geworden, om het zo te zeggen, omdat het een programmering, een patroon is, iets wat je herkent. En dan wordt het natuurlijk geautomatiseerd. Maar voor mensen die er natuurlijk mee bezig zijn, is dat natuurlijk wel lastig van het komt ineens binnen. Want het kan natuurlijk ook telepathie zijn van iemand. Maar het kan ook zijn dat je energetisch met iemand verbonden bent, met een lijntje. Dus dat je informatie krijgt van die persoon. Dus gewoon, van ja, niet gewoon, maar vanuit dat bewustzijn van die persoon zelf. Dus dat is
wel lastig. Om, er zitten wel verschillen in. Dus je hebt wel dit je hogere zelf. Je hebt te maken met energetische lijnen. Je hebt te maken met telepathie. Maar je hebt dan ook je gidsen. Maar je hebt ook de lichtwezens. Je hebt misschien al wat is. Dus daar zit wel verschil in. Dus vandaar dat het belangrijk is welke afstemming maak je zelf op dat moment. En jij zegt ook van dat je ze dan voelt. Dus dan weet je ook dat het een bevestiging is voor jezelf. Mirjam zegt, gisteren heb ik 2 energieverschuivingen meegemaakt. 1 onder de douche, 1 in de tuin. Onder de douche leek het of ik een duwtje kreeg. En in de tuin alsof ik naast mijn lichaam stond. Oh, dat is bijzonder, Mirjam. Even kijken. Energieverschuiving meegemaakt. 1 onder de douche, 1 in de tuin. Onder de douche leek het wel een duwtje kreeg. Ja, maar dat duwtje voelt wel dat het omhoog werd gezet in de energie. Een frequentie omhoog. En de tuin of ik naast mijn lichaam stond. Kijk, dan heeft het nog wel te maken met het... Ja, dat voelde dat. Je hebt een transformatie ondergaan. Je hebt laten integreren. En nu mag het belichaamd worden. Dat voel ik. Dus dat stukje aarde is nu ook wel belangrijk natuurlijk. Maar het heeft te maken met het proces waar je nu in zit. En naast je lichaam staan is natuurlijk ook een bepaalde... die verschuiving die je maakt in de energie. Jouw lichaam mag daar ook in meegroeien. Dus eigenlijk mee in de energie. Want het lichaam heeft net een andere orde dan je ziel, je bewustzijn zelf. En soms kan je daar dus ook weerstand op krijgen. En het voelt voor mij dat je dus eigenlijk voorbij die weerstand bent gegaan. En dat er eigenlijk net even een bepaalde disbalans kwam. En gelukkig ben je iemand die heel bewust is. Dus dan kan je wel gewoon jezelf weer aarden en uitlijnen. Maar dat is wat ik voel. Dat dus dat je energie van je lichaam daar op aan is gaan passen. En het kan best wel zijn dat je nog eventjes misschien... 2 dagen of zo nog een beetje denkt van oké, dit is mijn nieuwe energie. En dat is ook wel mooi, want als je, mooi ook wel weer even over na te denken. Als je natuurlijk een bewustzijnsverruiming hebt ondergaan en een energieshift hebt gemaakt. Dus eigenlijk hoger in de energie bent gekomen. Op een gegeven moment wordt dat ook weer normaal ervaren door jezelf. En dan is er altijd weer van oké, ben ik dan eigenlijk nog wel steeds in hetzelfde energieniveau? Nou, als je dan... terugkijkt naar je herinneringen of dingen die geraakt waren. Als je daarop gaat afstemmen, merk je dat dat ook veel minder raakt. Of dat er veel minder aanwezig is. Karen zegt, als we allemaal één zijn vanuit dezelfde bron, geldt dit dan ook voor de gidsen en de engelen enzovoort? Zijn we daar uiteindelijk ook één mee? Ja, klopt. Misschien ben ik daar heel verschillend in, maar ik voel daar niet een bepaalde rangorde in. Jij kan net zo goed een gids zijn als je overgaat. Omdat we niet in... we veranderen in vorm. En dan eventjes terug te komen weer. Om even heel plat te zeggen. We zitten natuurlijk nu in deze werkelijkheid. En ik zit met jullie te praten. Maar eigenlijk als ik al zo meteen een andere keuze maak. Maak ik eigenlijk alweer een shift in een werkelijkheid. Dus sowieso... zit je hier in een bepaalde tijdlijn, een bepaalde energieflow. Maar straks als jij overlijdt, dus eigenlijk overgaat, dan gaat je energie in een andere vorm. En dat is afhankelijk van of dat de tijdlijn stopt of dat je weer opnieuw reïncarneert. Maar daarnaast delen van jouzelf, dus eigenlijk zielsdelen van jouzelf. Van mijn gevoel kan je daarin ook een gids zijn in een andere werkelijkheid. Of in een andere werkelijkheid kun je op andere planeten zijn. Of in het universum zelf. Maar dat is voor ons hersen natuurlijk ook een beetje niet altijd te bevatten. Maar ik heb heel veel energetisch gereisd. En allerlei vormen wel meegemaakt eigenlijk, om het zo te zeggen. Dus en dat zit wel in mijn bewustzijn. Dus alsnog, ja, voor mijn gevoel zit daar wel ook dat je een engel, een gids, dat je dat in andere werkelijkheden bent. En die werkelijkheden speelden zich allemaal af in het nu. Dus ja, als jij in deze werkelijkheid contact wil met je gids, dan kan dat gewoon direct in het nu.
Kun je er gewoon om afstemmen. En dat is er dan. En dat werkt allemaal samen met elkaar, al die werkelijkheden. Dus het is allemaal jouw bewustzijn. Maar in deze werkelijkheid, op dit moment, heb je niet alle delen van je bewustzijn, ben je daar bewust van. Maar je hebt die informatie, kun je wel allemaal vergaren, zou je dat willen. Dat is juist het fijne van het fysieke lichaam dan nou weer. En in het universum zelf is eigenlijk alles energie. Dus daar heb je het lichaam ook niet erin. Maar dat ligt er natuurlijk aan. Ik heb ook andere werkelijkheden, andere aardes gezien bijvoorbeeld. Andere aarde. Want ja, dat zijn andere tijdlijnen. Mijzelf in een andere vorm. Maar de aarde die leek hetzelfde, maar het voelde heel anders bijvoorbeeld. Dus dan, ja, dat deel van mijzelf zit daar op dat moment. Maar ik kan daar wel informatie van krijgen. En dat kun je dus ook met je gidsen. Dat zijn eigenlijk op dat moment geen niet geïncarneerden. Maar het kan zijn dat ze in een andere werkelijkheid wel een vorm hebben. Net wat ik zeg, in een andere planeet kun je misschien wel een heel ander wezen zijn. Kan ook. Misschien ben je wel een draak, Karin, ergens. Dat was niet negatief, maar draken vind ik namelijk wel mooi. Soms zegt Quinnend, of 100% zeker dat het gaat lukken, Quinny. Even kijken hoor, wat was het? jullie moeten lachen, ja. Ik weet niet wat het over ging. Ja, Quinnend, inderdaad, los van maken. Dus zet er maar iets tegenover. Als je ergens los van wil komen, mag je iets tegenover zetten. Dan ben je niet bezig met het loslaten. Karin zegt, als we allemaal eens even naar de... Ja, ik hoop dat je je vraag ermee hebt beantwoord. Mirjam zegt, vond het wel een beetje vreemd. Ja, dat klopt. Maar ik herken het wel, want ik heb dat zelf ook wel ervaren. En dat heeft eigenlijk ook wel weer zaak om even, Mirjam, even de ruimte te pakken. Om eventjes, misschien even op je eten te letten. Ik weet het niet, hè. Het zijn maar even tips. En eventjes weer te gaan lopen. Even fysiek bezig te zijn, want je fysiek lichaam... Een bewustzijnsruiming is heel fijn, heel mooi. Heel veel verruiming, heel veel... Maar je fysieke lichaam mag daar ook in meegroeien. En als je conditie bijvoorbeeld of je energieniveau wat lager is op je lichaam, kan je daar dus ook weer weerstand in ervaren. En dan kan je daarin wat wiebelig in worden. Dus Mirjam, dus even met het lichaam bezig te zijn bijvoorbeeld. Eventjes daar, dat is ook onderdeel van onszelf. Daarom ben ik heb vanochtend natuurlijk ook alweer gelopen. Niet gerend, maar gelopen. Er zit namelijk, geloof ik, bij de Vlamen wat anders in de rennen en lopen en gelopen. In ieder geval nu dit keer heb ik gelopen. Dat doe ik ook gewoon om lekker mijn energieniveau omhoog te halen. Meteen fris en fruitig. Zuurstof. Soms echt fijn om weer even bij je te zijn, Nienke. Dankjewel. Ja, geen Jack meer, hè, trouwens. Want dat moet ik, als ik jullie dan zie, dan denk ik, oh ja, Jack is er niet meer. Ik weet niet of iedereen dat weet, maar Jack is, nu anderhalve week geleden, is die helaas verdronken hier bij ons in de gracht. Dus Jack is er niet meer. Dus even knal hem er even in, maar dan weten jullie dat is gebeurd. Ja. En we hebben het toch over energie, maar Jack is wel... merken we heel sterk aanwezig gelukkig in het huis. En ik heb hiervoor ook een poes gehad en die zag ik ook wel lopen. Maar Jack is nu wel echt wel aanwezig. Net of dat hij wel bewust is, denk ik. Maar hij is net of dat hij er gewoon nog net zo goed wind binnenkomt wandelen. Dus je hoort hem af en toe, je hoort zijn nageltjes. Hij loopt soms langs hier beneden. Dus we hebben hem allemaal wel waargenomen. Maar hij is wel... hij is wel gegaan. Echt heel verdrietig. Dus die hadden ze gevonden. Die hebben ze eruit gevist uit de gracht. En uiteindelijk hebben we die moeten begraven. Dus hij is wel bij ons lekker in de tuin. Maar dus helaas geen Jack meer op de achtergrond. En nu even niks. En we laten het gewoon ontstaan. Want een kat vind ik wel fijn in het huis vanwege energieën. Karin zegt, goedemorgen lief, het wens je een mooie dag en toe en veel liefde en licht en kracht. Dankjewel Karin. Son zegt, ja, oef. En hetzelfde natuurlijk, hè Karin. Ego. Maar I am. Ja, ego, ja. Ja, ik zeg altijd van, een ego wordt natuurlijk altijd heel vaak negatief afgeschilderd, hè.
Mijn ego is eigenlijk voor mij ook een vertaler. En als je vanuit je ziel, vanuit je bewustzijn reageert, dan gaat het natuurlijk naar welk gaat. Het kan natuurlijk naar mechanismes gaan, het kan naar emoties gaan of het kan naar het bewuste stuk gaan. Maar ook vanuit je ziel kan er natuurlijk een waarneming zijn dat er bijvoorbeeld toch angst is. Of toch emotie mag zijn. Of, ja, of dat je reageert heel bewust. Dus dat mag er allemaal zijn. Het gaat er alleen om van, ik zeg altijd van de dualiteit zit hem eigenlijk in de mechanismes en de emoties. Dus eigenlijk je reptielbrein en je zoogdierenbrein. Die zijn heel sterk aanwezig omdat ze heel oud zijn. Echt 500 miljoen jaar en 50 miljoen jaar. Dus de reptielbrein is heel, heel sterk. En dat zit eigenlijk de angsten in. Dus eigenlijk meteen reageren. En de menselijke brein is 500.000 jaar oud. Dus dat is ook veel minder. Dus we hebben dat vermogen van bewuste veld te reageren. Bewust, dat is eigenlijk ook een evolutie gaande erin natuurlijk. Hè, bewustwording daarin. En die andere twee die hebben er nog wel eens vaak de overhand. En dan zit je eigenlijk in het dualiteitsveld. Dan zit je eigenlijk in de 3D-wereld te werken. En dan kan het heel zwaar voelen. En dan kan het heel erg de dingen persoonlijk pakken. En wetend dat ik net verteld heb over het nu. Dat je ook weer de shift kan maken in het moment zelf. Weer van oké, waar zitten de oplossingen? Waar zitten de doorgangen? En dan zit je bij het menselijke gedeelte weer. Dus menselijk reageren zeggen we wel eens van oh, dat is heel menselijk. Ja, de vraag is wat heel menselijk is dus. Maar dat grapje maak ik eigenlijk altijd. Even kijken hoor. Soms zeg maar niet, ik swipe dan en dat helpt. Ja, precies. Die heb ik ook natuurlijk. En mocht je dus inderdaad, die zeg ik ook altijd van, even naar links swipe. Ik moet altijd een beetje lachen om dat naar links swipen, want die kennen we natuurlijk wel in andere dingen. Maar naar links swipen zegt, als je dus eigenlijk gedachten je echt vasthouden, kun je naar links swipen. Dan ben je gedachten kwijt. Klopt. Topson. En dat is natuurlijk ook het ego. Mirjam zegt, dat was het. Vond het een beetje eng. Het gebeurde gewoon. Ja. Ja, Mirjam. Klopt. En dat snap ik. En dan word je daar een beetje schrikkerig in. Maar wetend dat het goed komt. Als je, ja, sowieso komt het goed. Maar als je wil, is het wel fijn als je ook eventjes je lichaam eventjes weer op orde krijgt. Quinnen zegt, mooie vraag. Karen zegt, dank je, komt ook door de info van Peter gisteren, dat sluit weer aan. Ja, precies. Nou, super dat het aansluit met Peter. Wim zegt, goedemorgen Nienke en alle lieve kijkers gedeeld. Leuk dat je er bent. Wim, dank je wel voor het delen, dat mag altijd. Quinnen zegt, mooie uitleg Nienke, komt dus goed Mirjam. Je lijf moet wennen en het hobbelt erachteraan. Is mijn ervaring. Ja, nou ja, goed, kijk, dan, het heeft gewoon, het mag dragen. Dat is ook een energie. Dus dat mag zich settelen. En het is je systeem die je ook verandert. Hè? Dus daarom zeg ik ook van, bewustwording is ook een proces. Dus een proces. En soms doen mensen dat proces heel erg sterk willen versnellen. Hè? Dat is dus door allerlei, weet ik veel wat. Maar je moet het wel kunnen aankunnen in je hersenen, in je hele systeem. En bij jou is dat gewoon het geval. Je hebt het gewoon helemaal doorlopen. En dat is toch wel een stukje integrering. Dus die ruimte even te pakken en even je lichaam te resetten. Heeft even een momentje nodig. Was voor mij een nieuwe ervaring. Even wennen. Ja, helemaal goed. Alsjeblieft voor de uitleg zei. Dankjewel. Ja, soms zeg waar ik dankbaar voor ben. Heb gisteren weer engeltjes met gajongen gered. En is echt hemels. Gisteren weer engeltjes met egeltjes. Zo, Son. Ik moet echt een nieuwe bril, volgens mij. Egeltjes. Ik denk engeltjes gered. Maar egeltjes, ja. Die zijn ook een beetje, die moeten ook gered worden, hè, nu. Ja. Ja, je moet lachen weer. Ik ken dat, Son. Ik heb vorig jaar heb ik een uil mogen redden. Zo gaaf. Ja, een uil. Maar goed, niet leuk voor die uil natuurlijk. Maar ik vond het wel gaaf. En ik heb, wat hebben we nog meer? We hadden een vuut en we hadden een zwaluw en een roodborstje. Nou, dat waren ongeveer de vogels die wij hebben gered vorig jaar. Karen zegt, wilde je ook vragen, kunnen parallele levens inderdaad ook op andere planeten zijn? Ja, nou,
Ja, klopt. Maar als je het echt over parallelle levens op de aarde. Kijk, andere delen van jou hebben parallelle levens op een andere planeet. Dus het wil zeggen dat als ik energetisch reis, dat gaan we volgende week trouwens over hebben. Volgende week woensdag ga ik nog een stukje reïncarnatie en energetisch reizen ga ik het over hebben. En dus ook een healing die ik daarop geef dan. Maar als ik energetisch reizen doe, dan zet ik een intentie bijvoorbeeld ergens op een onderwerp of op een andere planeet. En dan ga je vanuit je bewustzijn eigenlijk, ga je naar die energie. En dan krijg ik beelden, krijg ik ervaringen vanuit een andere planeet. Dus ja, die werkelijkheid heeft ook andere parallellen. Dat zijn delen van jezelf. Dus alles speelt zich af, al je delen van jezelf. Klopt. Maar in deze splitsing die je nu maakt, met deze delen, heb je te maken met deze parallellen. Maar goed, zoals je weet, elk parallel splitst zich weer. Dus je hebt echt miljoenen uitkomsten op een gegeven moment natuurlijk. Even kijken. Mirjam zegt dankjewel Wim. Kara zegt, als je hier overlijdt, dan lopen andere parallelevens wel door. Sorry, misschien nu een beetje off topic, maar vind dit zo bijzonder. Nee, dat maakt niks uit. Even zegt Karin, als je hier overlijdt, dan lopen andere parallelevens wel door. Ja, klopt. Ja, dat is zo. Want het zijn andere delen van jezelf. Dus daar, die lopen gewoon door. En ik snap ook wel dat je zegt van, maar je overlijdt. Hoe kunnen die dan doorgaan? Ja, omdat jij, dus eigenlijk wat ik al eerder zei van de kat in de box van Schrödinger is het, geloof ik. Zoek dat maar eens op. Het bijzondere is, want toen we dus Jack aan het zoeken waren voor anderhalve week geleden, hè, we waren hem kwijt en dan kwam hij terug. En toen zeiden we ook van, nou, dit is wel echt zo'n kat in de box momentje. Van ja, je weet niet waar die is. En je reed toevallig ook letterlijk bij dat water. Daar zeiden we het. Ja, is die levend of is die dood? Ja, je weet het niet. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat Schrödinger ook uitlegt. Nou, en op een gegeven moment, dus er is één parallel, dan is die levend. Een andere parallel is die eigenlijk dood. Nou, in dit geval zaten we dus in het verkeerde parallel. In mijn vind ik dan. Want ik had hem liever nog levend gezien. Maar ergens anders is, leeft hij gewoon voort. Dus dat kun je dus waarnemen. Dus dat is ook hetgene wat we dus kennelijk waarnemen. En daarnaast kun je natuurlijk in contact maken met het deel van die overleden is ook. En die, dat kan je ook doen. Maar ja, hij leeft voort ergens anders. Ja, klopt. Dat is even het voorbeeld, toevallig ook met over een kat, maar met die liefde. Kijk, jullie zitten lieve dingen tegen elkaar te zeggen, super lief allemaal. Anne zegt, oh jammer Jack, hoe is het gebeurd? I don't know, ik heb er wel ingevoeld op de energie, want er komen natuurlijk wilde verhalen. Ik had natuurlijk op Facebook even die ochtend gezet, hier in Oudewater. En er zijn wel eens katten gewoon in het water gegooid, heel, heel heftig. Maar dat gevoel heb ik niet. Ik heb wel echt het gevoel, omdat Jack, ja, die had ook geen staartje. Die had, en we hadden hem uit als ziel. Zij had sowieso gezworven. Maar Jack het is een krachtdoel. Dus die, als je hem al een duwtje geeft, dan ligt hij al, weet je wel zo. En het was wel een pittige kater op zich. Want hij kon wel andere katten wegjagen. Maar we hebben hem natuurlijk in principe nooit echt heel ver buiten laten lopen. Dus er zijn natuurlijk heel veel katten in de buurt. Dus dat is wat ik heb gezien als beeld. Dat hij gewoon in een soort van gevecht, zo zag het eruit, met een andere kat. En weggesjeest is en zo het water in. Want dat is heel makkelijk hier. Ik woon eigenlijk alleen maar bij water. En als je dat dan niet weet als kat, ja, dan lig je erin. En dat heb ik dus ook gehoord voor de mensen die hem hebben gevonden uiteindelijk. Er gebeurt heel vaak dat ze katten vinden. En ja, maar ook gewoon de dieren van hunzelf, als het donker is, niet doorhebben dat het water is. Het loopt gewoon gelijk bijna aan de vlonders. Dus helaas, dus dat is er gebeurd. Jack zal prima gaan, alleen het gemis zijn, Nienke. Sterkte. Dankjewel, Kind. Ja, we hebben het een plekje kunnen geven, hoor. In die zin, waarom? Kijk, dit gaat over een dier, maar goed, dat is ook een deel natuurlijk van je gezin.
We hebben een plekje kunnen geven omdat we hem uit het asiel hadden gehaald. En hij had echt, zoals jullie weten, een soort verlatingsangst. Doordat als hij je niet zag, dan ging hij in ieder geval blaren, om het zo te zeggen. En die heeft hij eigenlijk heel snel, kunnen helen. Ik ben hier altijd, hij is altijd met mij. Dus dat kon hij helen. En dat merkten we ook als we dus een weekendje weg waren, dat het gewoon prima ging, naarmate de tijd verstreek. Dus dat was heel fijn. Maar daarnaast geeft hij natuurlijk ook liefde aan ons en heling aan ons. En dat hij bij ons was. Dus dat gaf een wederzijdse band. En het was natuurlijk een zwerfkatje in die zin. Hij was verlaten door zijn baasje. Dus hij liep ergens bij een industrieterrein. Dus hij had eigenlijk niemand in de energie. En dus hij kon ook, eigenlijk heeft hij nu weer ons allemaal. En de familieleden en iedereen die hem heeft gezien in het hart gesloten. Dus we hadden zoiets van ja, hij heeft wel echt gewoon ook nog... Hij leeft voort in onze gedachten en onze gevoel. Dus we hadden wel zoiets van, ja, weet je wel. Dus hij heeft eigenlijk gewoon wel, even heel kort, maar wel fijn leeft met ons gehad. En hij heeft ook heel veel gebracht. Omdat het zo'n, het is net een hond, een rachtel. Weet je wel, dat merkt. Dus dan kun je helemaal lekker aaien op een buikje. En je gooit hem zo over je schouder heen. Weet je, het is gewoon echt een superleuk beest. Dus het heeft ons ook heel veel gebracht. Dus dat was een wisselwerking. En dan soms, ja, ergens hadden we zoiets van, ja, misschien was dit het wel. Weet je, dit is wat hij ons meegaf en... Dat was het. En andersom. Dat nog even mocht gegeven worden. Dus we hebben het een plekje kunnen geven op die manier. Karen zegt, ja lief Jack, mijn Luna is ook nog sterk aanwezig. Herkenbaar dingen vertel je. Is in spirit bij ons. Ja, precies. Dankjewel Karen. Son zegt, Nienke, maar het is goed opgevangen en is bij... Nienke, maar hij is goed opgevangen en is bij... Op zekers. Hij is er nu bij. Ja, zeker. Hij is er nu bij. Ja. Wim, hij is nu bij jou, Nienke. Kippenvel nu. Ah, dank je, Wim. Ja, ik had het nog niet verteld in de live. Maar ik dacht, ik moet het toch eventjes doen nog een keer. En toevallig haakte ik in op een stuk. Kijk, en Mirjam, absoluut aanwezig. Ja. Son zegt ook, mijn verdriet om mijn katjes. Daarom red ik ze ook. Ah, want ze blijven naar mij toekomen. Ook dieren. Vandaar. Ja, ik vind dat Jack daarin heel erg sterk is. Ja, echt die avond dat het gebeurde, ik was hem al kwijt. Ik zei, nou volgens mij is Jack er niet. Nee, Jack is er wel. Ik heb hem binnengelaten, zei een van de kinderen. En Tom die zei ook van, hij was binnen. Dus we gingen eigenlijk gewoon zitten. En ik had er niet een goed gevoel over. En op een gegeven moment ging de deur, we hebben een deur tussen de woonkamer en de rest van de... Dus die deur die... ging het wat wel geen wind was en er was dicht, ging open. Toen zei ik, oh, dat deed hij altijd met zijn hoofdje dan als die wel open stond. Oh, dat is Jack. Dus ik keek om, ik zie gewoon, weet je, ik ken het wel een soort van visueel dat hij dan langs liep. Ik zei, oh, ik dacht echt dat het Jack was. Iedereen, want we keken allemaal vanaf de bank zo van, hij komt aanlopen, maar dat was dus niet zo. Dus ik heb het gevoel gehad dat het moment is geweest dat hij is overleden. Dus dat heb ik het gevoel. Dat hij meteen eigenlijk gewoon binnenkwam wandelen bij ons. En dat hij helemaal gewoon niks vermoedend op zijn Jack. Maar dan in de energie. Even kijken hoor. Mirjam zegt, ga mijn lichaam eens goed verwennen. Massage of zo. Heel goed Mirjam. Doen zou ik zeggen. Absoluut. Heel belangrijk. Soms zegt, blijf het zo goed van je vinden dat je iedere vraag beantwoordt. Je bent echt een topper. Ah, super lief. Dankjewel. Karen zegt hier altijd project katten uit het ziel. Hier ook altijd project katten uit het ziel. Ja, misschien dat ik wel als we dat... Nu ben ik er nog niet, zijn we er nog niet aan toe hoor. En lijkt me ook niet verstandig voor de vakantie. Maar misschien toch... Maar dan ga ik hem wel showen als het zo is ooit. Maar nu nog niet. Maar dat zit wel in de energie, laat ik het zo zeggen. Dan misschien wel misschien een kleintje, gewoon een babytje. Soms zegt Karen... Super Karin. Dat te maken ook omdat je dan wel weet. Dan voed je het zelf een keertje op. Dat is ook wel een keer leuk natuurlijk. Maar we hebben altijd inderdaad asielkatten. Karin zegt. Waha Nienke. Ja. Uilen. Super lady. Zegt Son. Dank je. Wim. Nog ja. Jullie zijn allemaal lekker met elkaar bezig. Ik zie eventjes Tineke voorbij komen. Tien zegt. Goedemorgen. Mooi Nienke. Jack. Die ervaring heb ik ook met overledenen. Zo vaak nog een tijdje bij je ons. Heel geruststellend en troostende ervaring. Dood is maar een dun lijntje. Ja, klopt. Ja. Dankjewel Tineke. Precies. Precies. Mooi dat je dat zegt. Oh. En ook zo ervaart. Alles is energie.
zegt ook Mirjam. Soms zegt, hey Tineke, ja, ook mijn waarheid. Even kijken. Mooi, Nienke, Jack geheeld en klaar voor het volgende stadium. Nou ja, weet je, het is natuurlijk niet fijn. Kijk, als je zo'n lieve ziel, zo'n pure ziel, dat ik vind ik wel grappig. Want dat zei Tom dus ook echt. Want hij zei echt van, ja, het is gewoon een soulmate, weet je. Want hij voelde zo meteen zo pure, intense energie. En ja, dan loop je daar zo helemaal gewoon alleen op straat. En dan heb je niemand. Nou, dan is het natuurlijk wel fijn als je meteen een heel druk gezinnetje komt. En iedereen met je loopt te slepen, zeg maar. En dat vond hij hartstikke fijn. Dus dat hield. En bij ons heeft hij ook gewoon heling gegeven. Even kijken, zoon zegt, ik had mijn katjes allebei uit het asiel, persen. Ah, persen, ja, dat hebben we met mijn moeder vroeger gehad, persen. Allebei in mijn armen gaan ik hemelen. Maar was verdrietig, maar toch ook heel mooi. Soms nog miauwen daarbij blijven. Ja, hoor ik ze nog, soms nog miauwen daarbij je blijven doen ze. Ja, ja, herkenbaar. Herkenbaar, Son. En even kijken hoor. Ja, dat heb ik dus ook met Poes. Weet je, Poes is dan, die was 18 dan. Maar goed, wat ik wel fijn vond is dat we hem hebben gevonden. Want voor hetzelfde geld weet je niet wat ermee gebeurd is. Magda zegt, goedemorgen Nienke allemaal. Son waar 21 jaar. Nou, dat is wel knap, toch? Persen, zo. Tineke zegt, ja, ja, weet wel, voel het. Alleen kan je vinger nooit niet opleggen. Ja, ja, je weet het, maar je voelt het, alleen kun je de vinger niet opleggen. Nee, ik weet niet precies wat je bedoelt, Tineke. Sorry. Eventjes, ik ben alweer bij, dan weet ik eventjes niet zo goed. Ik weet het niet. Kaar zegt, mijn Luna ook, bijzondere zieltje ook, verfje wassen. Mijn soulmate ook, ja. Ja, ik heb even mooie foto's gemaakt, dus even mooi neergezet. Wim zegt, ik merk de laatste tijd dat mensen een hond, een poes, en noem maar op, beschouw als een mens. En dat is niet zo daarom dat ze weglopen om hun eigen aardheid ontdekken in mijn waarheid hoor. Maar ik laatst mensen een hond een poes noemen, maar op een beschouw als een mens. En dat niet zo is daarom dat ze weglopen om hun eigen aardheid te ontdekken. Dat zou kunnen, maar ja, ik weet het niet. Het kan zijn hoor, want ik weet niet, want hij is, om het even zo te zeggen... bij dat andere baasje was hij niet weggelopen, maar die werd, als ik het goed weet, dakloos. Dus zodoende, dan kwamen ze later achter bij het asiel. Dus die heeft hem gewoon op straat gezet. En bij ons mocht hij eigenlijk alleen maar in de tuin. Dus kennelijk heeft hij zijn deur ergens opengestaan en is hij naar weggelopen. En dat snap ik wel, want ja, de katjes die willen natuurlijk ook wel eventjes zien wat er nog meer te zien is dan alleen maar de tuin. En hij was het gewend natuurlijk om te zwerven. Nou, ik vind wel dat een kat echt in die zin ja, eigenlijk anders is dan een mens. Want een kat is gewoon echt een eigenwijs dier. Maar ja, kunnen mensen natuurlijk ook wel zijn. Ze kunnen wel lekker hun eigen gangetje gaan. En dat vind ik fijn aan een kat. Een hond of zo of een ander beest, die heeft meer een andere soort vorm van aandacht nodig. Een kat die bepaalt het zelf. Dus ja, het kan hoor, dat je het zo ziet, Wim. Karen zegt, Misha was 19 en oud. Luna had toen maar in een koppie. Ah, ja, heftig. Maar wel weer bij me. Ja, super fijn. Ik ga even kaartjes pakken nog, want dat zou ik nog doen. Even zien. Dus Jack heeft ook nog even het podium gekregen. Prachtig verwoord, Nienke. Alsjeblieft, Son. Even kijken. Een dier is een dier. Verdiende respect om het feit dat ze dier zijn, inderdaad. Ja, precies. En wat ik al zei, een dier mag ook net zo goed wel... het is wel een onderdeel. Want er zijn ook dieren die natuurlijk op een bepaalde manier als dier worden... die niet echt... super fijn worden behandeld, laat ik het zo zeggen. Maar ja, een kat moet toch wel verzorgd worden. Ook al is het een dier. Dus als je hem niet zou eten geven of water, dan zouden ze ook niet kunnen. Ja, dan moeten ze toch ook gaan stropen, overleven, om het zo te zeggen. En ik denk dat de katten, zeg maar, de programmering van het lichaampje van de katten die incarneren in niet wilde katten, maar in tamme katten. Een groei en een ervaring is om
deel te zijn van, van het leven van iemand in een huis. Afhankelijk van de les en de groei van dat dier, omdat het ook een ziel is en een programmering. En zeg maar, rachtdoelen zijn natuurlijk persen en Siamese gemixt. Dus het zijn natuurlijk ook een bepaald ras. En er komt een bepaald karakter uit. En ik denk, ik hoor eigenlijk altijd dat eigenlijk rachtdoelen niet de bedoeling is dat ze op straat leven. Omdat ze gewoon niet zoals andere katten zijn. Weet je wel, van die vuilnisbakken katten, rassen, weet ik niet. Van die, ja, van alles en nog wat. Maar die sterke katten, om het zo te zeggen. Die springen hier over de dingen heen en die kunnen lekker vrij zijn. Dus er zit wel een verschil in programmering van het fysieke lichaam van een kat. Dat gevoel heb ik wel erin. Dus met konijnen, weet je wel. Je hebt natuurlijk tamme konijnen, maar je hebt ook wilde konijnen. Daar zit er gewoon wel een verschil in. Dus ze kunnen niet voor hunzelf zorgen direct. Ja, behalve als je ze natuurlijk in de natuur laat, dan worden ze wel verwilderd. Maar de vraag is of dat die programmering dat wel aan kan. Dan moeten ze heel snel herprogrammeren op jonge leeftijd. Dus dat we hebben ze natuurlijk wel gemaakt, om het zo te zeggen. Ja, we hebben ze een soort van getransformeerd tot huiskatten. Ze leven natuurlijk ook al vanaf eeuwenlang zijn katten natuurlijk dienstbaar voor ons. Bij de Egyptenaren hebben ze natuurlijk, maar ook gewoon de normale mensen, om even tussen aanhalingstekens, hebben ze natuurlijk ook altijd gebruikt voor in huis, voor te jagen op beestjes. En op een gegeven moment werd het een ding bij mensen, dat de beestjes bij ons bleven. En daar ook voor kozen voor je. Zo is het ook van het uitzoeken bij zo'n asiel. Als de kat niet kiest voor je, dan doe je het natuurlijk ook niet. Ik ga eventjes drie kaartjes pakken nog in de energie voor jullie, van de live. Wat er nog even mee mocht gegeven worden. Even zien. Wacht even. Tilly zegt, was ook een mooi iets. Ik was in de supermarkt, een jong kindje zag mijn overleden varken naast me. Oh, je hebt een varken, zo'n hangbuik. Of mijn moeder nam het, dit helaas niet serieus, maar ik heb het jongetje bevestigd gegeven. Supermooi, Tineke. Wat bijzonder, zeggen ze tegen Tineke. Karen zegt, welke meditatie zou ik best doen om 16 uur bij de volle maan? Alvast bedankt voor de tip. We hebben alweer volle maan, dus dankjewel. Ik heb eigenlijk even niet verdiept in de volle maan. Want wat is de? Ik zou het, als ik het zou doen bij de volle maan, zou ik het thema voor hetgene wat de volle maan op dit moment is. Dus dat zou ik doen, Karin. Dus wat de energie op dit moment is, daar de meditatie in te doen. Als dat resoneert met jouw stukken. En daar intentie neer te zetten voor jezelf. Dus op die manier zou ik die meditatie doen. Maar misschien dat andere mensen nog tips voor je hebben. Ik heb een hond gehad die bij het uitlaten wegliep in het bos. En ik heb staan wachten. Hij kwam een half uur later terug en heb hem beloofd. En hij nooit meer. Heb hem beloond en hij is nooit meer weggelopen. Ach, Wim. Ja. Nou, mooi. Precies. Ja, ik heb ook een kat gehad hoor, Poes. Die kwam ook 2 weken later weer een keer thuis. Weet je, die was gewoon altijd lekker aan het struinen langs de boomgaarden waar ik toen woonde. En die nam ook van alles mee naar huis, weet je wel. Maar die kwam ook altijd weer terug. Zo is het. Oh, de katten weten de weg. Ook al zet je ze uit in Friesland en je woont in het midden van het land. In principe kunnen ze de weg terugvinden. Net als een duif. Soms zou mijn katten haar waren in mijn shadow. Die waren je schaduw. Ja, zulke katten heb je ook, ja. Wim zegt inderdaad, kunnen dat dus. Oké. Dankjewel. Magda zegt, ik pas op de hond van mijn dochter. Ligt hier lekker bij mijn mandje. Is blind, zo zielig. Kan het niet zomaar zijn lot overgelaten worden. Nee. Je bent ook energie. Je bent ook een ziel. Net als dat honden dat ook hebben. Ja, je mag gewoon lekker verbinding maken in de energie. Ik wil nog wel even de kaartjes pakken, want het is de laatste minuut. Mirjam zegt, ik ga de aardemeditatie doen. Is voor mij is iedereen anders. Ja, klopt, Mirjam. Deze kaart wilde ik nog meegeven. De wijsheid.
voorspellingen en het masker. En wat het eigenlijk meegeeft in een energie is voor eigenlijk een stukje ontvangen en overvloed te ervaren. Daar eigenlijk wel je innerlijke wijsheid te pakken. Dus eigenlijk goed te luisteren naar je innerlijke stem. Innerlijk weten. Je eigen wijsheid, om het zo te zeggen. Maar daarnaast ook contact kunnen maken natuurlijk ook met de energie van je voorouderen. Daar kun je dus eigenlijk ook mee contact maken om overvloed te ervaren. Dat je dus eigenlijk ook gedragen voelt en ook kan landen. Daarin de energie in het hier en nu is eigenlijk ook een stukje voorspellingen. Dus als jij de waarnemer kan zijn, vanuit dicht bij jezelf. De waarnemer kan van tevoren eigenlijk al waarnemen wat vanuit je eigen pad. Vanuit het overvloedpad, vanuit het ontvangenpad. De logische volgorde is om dat te lopen. Omdat je te maken hebt met parallellen. Dus wat je keuze dan mag kunnen zijn of je kans is op dat moment. Dus de waarnemer heeft het eigenlijk al waargenomen. Maar als je die negeert, negeer je jezelf eigenlijk ook de waarnemer. En passeert je jezelf ook als je dan vanuit je hoofd gaat handelen. En dan heb je natuurlijk ook het stukje, als je dat doet, dan komt er eigenlijk ook een stukje maskers. Dus eigenlijk valt eigenlijk ook je maskers af. Dus je gaat veel meer naar je authentieke zelf reageren. Wanneer je dat doet, kun je eigenlijk ook vanuit vertrouwen kunnen ontvangen. Vanuit kwetsbaarheid, zonder verwachting. Die verbinding aangaan met jezelf, maar daardoor ook de verbinding aangaan met een ander. Dus eigenlijk ook de programmering, dus de patronen, de dingen wat je eigenlijk hebt aangeleerd. Dat je dat eigenlijk laat loslaten op dat moment. Dus dat wil ik nog meegeven aan jullie. Alsjeblieft, dankjewel. Jullie hebben nog mooie dingen. Het was weer een fijne uitzending. Parallele levens, lieve Nienke. Mooie uitzending, dankjewel. Son zegt dankjewel. Ik ga het nog zo nog even. Dank Nienke voor de mooie uitzending. Zegt Wim ook. Anne zegt dankjewel Nienke, dankjewel. Magda en Mirjam, dankjewel voor de mooie reacties. En ik ben zo meteen bereikbaar via box nummer 281. Ook voor de mensen die nog de collega's willen spreken. Kan je dat via 0909-8070 optie 1 en een boxnummer. En ik ben zo meteen ook op de lijn beschikbaar. En ik wens jullie een hele fijne dag en een fijn weekend ook voor straks. Tot de volgende keer. Doeg! Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is Mijn Toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS Voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS Voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is Mijn Toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is Mijn Toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl/gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Een medium of coach van Dit is Mijn Toekomst belt u het voordeligst met behulp van credits. Op de website van Dit is Mijn Toekomst kunt u deze eenvoudig aanschaffen. U kiest een bundel naar uw behoefte en belt meteen voordeliger met een coach via ons lokale nummer, dus niet meer via ons 0909-nummer. Heeft u niet al uw credits verbruikt tijdens een consult, dan kunt u de overgebleven credits gebruiken voor een volgend consult. Deze blijven namelijk bewaard in uw persoonlijke account. Naast het bellen met een coach, kunt u ook onze andere diensten gebruiken met behulp van de Dit is Mijn Toekomst credits. Nieuw bij Dit is Mijn Toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is Mijn Toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst.
Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaarzitten op ditismijntoekomst.nl. Nieuw, de chat van Dit is mijn toekomst. Handig om bijvoorbeeld een fotoreading te doen. Chat met een coach van Dit is mijn toekomst waar en wanneer je maar wilt. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is mijn toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is mijn toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl/gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Oké, nou, ik was er eerder in dan dat ik dacht, maar heel, heel erg welkom. Ik ben weer terug en jullie zijn er ook allemaal, zie ik. Wat leuk, jullie zitten allemaal vol spanning te kijken en te wachten. En misschien wel te weten van wat ik allemaal beleefd heb. Nou, dat is in ieder geval heel fijn. Ik wil jullie laten weten dat het heel fijn is om af en toe eens helemaal in de stilte te gaan. En daar wil ik ook jullie persoonlijk voor bedanken dat jullie daar zo'n gehoor aan gegeven hebben om mij ook nergens in te benaderen. En natuurlijk ook dank aan Dit is mijn toekomst, aan de mensen op de achterban zoals John en Naomi en alle andere medewerkers die mij echt in die stilte hebben gelaten. En dat ik even helemaal niet ergens mee bezig hoefde te zijn, alleen maar met de beleving. En weet je hoeveel dat doet? Dat zou voor jullie ook af en toe ook even aanraden te zijn, al is het maar een dag. Even helemaal niets. Gewoon een dag gunnen dat je zegt, ik hoef nergens aan te denken. Morgen is er weer een dag, maar vandaag doe ik mijn eigen ding. En het maakt dat je zo in de stilte komt, maar zo in de diepte bij jezelf. En weet je, soms denk ik wel eens van, oké, ik ga een uitzending presenteren. Kijk, daar komen de woorden. Ik ga een uitzending presenteren, maar wat als ik het niet meer weet? Wat als al die luikjes, die kamertjes boven in mijn hoofd niet meer open willen gaan? En dat zullen jullie ook uiteraard allemaal wel eens ervaren. Nou, dat is als je dus echt tot rust komt in je eigen zijn, dan merk je dat dat ineens veel beter gaat. En dat het ook is, en dat is heel belangrijk, dat je niet druk hoeft te maken over wat komen gaat. Dat je echt zo in dat moment kan zijn van het hier en nu. En dat het dan
vanzelf gaat. Dat je nergens druk om hoeft te maken van wat moet er nu, wat komt er nu. Dat je eigenlijk je leven laat stromen. Nou, dat is wat ik jullie dus ook mee wil geven vanuit mijn ervaring van de laatste weken. En ik heb ook nog eens mooi weer gehad. En het enige was waar ik was, was wat beter weer als nu. En dat ik thuis kom en dat de kelder onder water staat. Nou ja, dat is iets anders. Dat sommigen hebben al aangeboden om of gevraagd om te komen zwemmen bij mij. Nou, dat is misschien ook nog mogelijk. Maar ook voor alles komt weer een oplossing. En daar wordt dus ook weer water gepompt. En ik denk misschien ook wel bij jullie. Wie weet wat voor wateroverlast er geweest is. Ik had Bernadette aan de telefoon en die zei tegen me, die woont in Maastricht. Ze zegt, aan de ene kant van de brug kwam ik en werd ik overspoeld door het water. En net aan de andere kant van de brug was daar die grens. En dat houdt gewoon op. En dat is ook wat je dus ook beleef waar water is, waar een rivier is. Dat daar precies die waterstroming blijft hangen. En dat zullen jullie ook wel eens meegemaakt hebben. Maar ik ga kijken wie er is op Facebook. En natuurlijk in de huiskamers allemaal. Jullie zitten allemaal te kijken. Heel, heel erg welkom. En ook heel fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Ik zal proberen vanavond ook even op de telefoonlijn te gaan. Dat ik jullie kan horen over jullie belevenissen. En wat je allemaal meegemaakt hebt in die tijd. En natuurlijk mag je ook binnenkomen in de uitzending. Dus optie 4 staat open. Dan kan je het nummer onderin bellen en dan kies je voor optie 4. En dan ook als je dus onverhoopt zegt tijdens deze uitzending. Goh, ik krijg iets binnen en ik wil er even een collega van Bettine spreken. Die zijn ook op de achterban allemaal aanwezig. Dan kan je hetzelfde nummer bellen wat je onderin het beeld ziet. En dan kies je voor optie 1. En ik zie dat er alweer vele collega's voorbij gaan op de fotootjes. Dus kijk even op de website van Dit is mijn toekomst. Vandaag gaan we praten over, dan ga ik zo even kijken wie er allemaal zijn. Vandaag gaan we praten over je eigen kern vinden. En weet dat dat diep is. Weet dat dat soms ver van je bed af lijkt. Maar het gaat vandaag ook gebeuren, want het is vandaag volle maan. Misschien weten jullie dat ook wel, dat de volle maan echt vanavond hoog aan de hemel staat. En ik hoop, zo te zien is het niet echt helder, maar ik hoop dat het toch een heldere lucht is dat wij de maan goed kunnen zien. Dus ook weer heel veel verwachtingen. Maar wat betekent deze maan dit keer? Dat betekent dat we meer naar binnen gaan keren. En dat we meer in verdieping gaan. Nou, dat komt goed uit, want in verdieping gaan naar je eigen kern is ook om steeds meer en meer bewust te worden van het leven. Van het leven dat je leeft, het waarom, waarom dingen gebeuren. En dat je ook eigenlijk niet kan vechten tegen bepaalde omstandigheden. Dat je soms, dat merk ik dus aan mensen, dat ze echt een strijd hebben van binnen. En dat als je die strijd voert, dan kom je eigenlijk niet verder. Dus om jou te gaan leren, nu en in de komende tijd, om eigenlijk die strijd los te laten. Waar je ook een strijd in hebt in jezelf. En ga dat eens na in je gevoel. En natuurlijk mag je daar straks ook over binnenkomen. Optie 4, je weet het. Kom je binnen op de telefoon en dan zal Song opnemen en jou doorverbinden naar mij rechtstreeks in deze uitzending. Als je een vraag hebt over iets waar jij mee zit. Maar dan heb ik nog een hele leuke mededeling dat als jij, en aan de hand van mijn uitzending vandaag, maar als jij ook in deze uitzending iets tegenkomt dat je zegt van, hé, maar daar loop ik constant tegenaan. Want dat is het leven. Dat is bewustwording. Dat je zegt van, dit herhaalt zich steeds weer bij mij. Dan mag je dat ook kenbaar maken naar een e-mail. support@ditismijntoekomst.nl. Want wat ga ik doen?
Ik ga kijken waar jij tegenaan loopt om daar ook weer uitzendingen over te geven. En ik zal niet jouw naam noemen als je dat niet wil. Je mag het erbij schrijven. Mijn naam mag genoemd worden. En je mag ook schrijven, ik heet bijvoorbeeld Willy. En ik wil Petra genoemd worden in de uitzending. Dus je mag zelf ook een andere naam kiezen. Maar schrijf naar mij wel even wie je bent. Omdat ik dan ook kan invoelen. Want ik voel in op jou. Dus je voornaam, je echte voornaam schrijf je erbij. En je geboortedatum. En dan ga ik kijken. Je mag ook eventueel, als je dat wil, je geboorteplaats erbij noemen. Maar met die gegevens ga ik dus kijken waar jij tegenaan loopt. Waar ik dus speciaal op dat thema, speciaal naar jou gericht, een uitzending kan gaan geven. Om uit te leggen hoe dat werkt bij mensen. En dan komen jullie ook een heel stuk verder. Dat ga ik meestal dan op de donderdagen doen. Ik ga in juni dus de maandagen zeker aanwezig zijn. Als ik dus niet weg hoef. Maar dan zal ik er zeker zijn. En ook enkele donderdagen weer zal ik aanwezig zijn. En dan zal ik dus ook de verhalen van jullie. Je mag ook een heel verhaal schrijven. Het maakt helemaal niet uit. Hoe je het doet, dat maakt voor mij niet uit. Ik maak daar een uitzending over. Speciaal rond jouw thema. Dus dat is ook een verdienste voor jezelf. Dus schrijf dan aan support@ditismijntoekomst.nl. En misschien kan het straks ook even op de stream gezet worden. Maar voor de mensen in de huiskamers, kijk even op de website. Dan zal je dat uiteraard ook kunnen vinden. Nou, we gaan kijken wat die volle maan ook gaat doen. Want het nodigt ook uit op je zelfreflectie en jouw innerlijke groei. Ook de planeten Jupiter, Venus en Neptunus, ook Pluto, hebben een belangrijke invloed op je. Een transformerende werking, transformerende uitwerking, waardoor je op zoek gaat naar meer verdieping in je leven. En dat kan zijn dat je bijvoorbeeld, als je niet erg nog in de verdieping bent geweest de laatste tijd, of het een beetje verslonst hebt, dat je denkt, nou, vind het allemaal wel goed, dan kan het zijn dat je op het moment ook wat ongemakken ervaart en wat pijnklachten die uiteindelijk daar ook uit voortkomen. Want we weten dat emotionele pijnen vanuit het verleden dus ook pijn geven, fysieke pijnen kunnen geven in jouw lichaam en ook zeker de uitwerking ervan. Dus als jij met bewustwording bezig bent, dan zal je ook merken dat jouw lichaam daarin ook een beetje afreageert. En dat is natuurlijk ook zeker nodig. We gaan vandaag in de healing de essentie vinden. Het belangrijke, het meest belangrijke in jezelf. De verdieping, de diepte in jouzelf, de oorspronkelijkheid, wie jij werkelijk bent. En daarvoor gaan we straks naar het oorspronkelijk licht. Ik ga even kijken wie er inmiddels op de... Kijk, Song heeft al geschreven, je kan een mail sturen naar support@ditismijntoekomst.nl. Dus je kan het ook even nu op de stream op Facebook bekijken. En even kijken waar jullie beginnen met mij te begroeten. En dan zie ik Annelies, goedemorgen. Katie, en die zegt ook, goedemorgen Bettine, wat fijn dat ik je weer zie. Nou, eens gelijks, maar dat geldt voor jullie allemaal. En Tineke die reageert nog eventjes op de uitzending van Nienke. En ach, had een van mijn katten ook tumor in het koppie. Schijnt veel voor te komen, helaas. Nou, je kom ook een beetje binnen, Tineke, in mijn uitzending ermee. En het was ook een mooie uitzending. Ik heb een heel klein stukje gevolgd van Nienke, maar zo fijn dat ze ook met jullie daarover gesproken heeft. Magda, hey, je bent er ook weer. Wat fijn. En Joke Hop. En ook José zie ik.
En je hebt ook gedeeld, José. Nou, dat is ook heel belangrijk dat jullie de stream even delen. Ook met jullie vrienden, kennissen en iedereen maar die je deze uitzending wilt delen. En Gerda is er, Anja en Quinlen. Nou, ik zie al heel veel mensen op Facebook en uiteraard jullie in de huiskamer kan altijd ook even, als je dat wil, ook even bellen. En ook Annette zie ik ook binnenkomen. En goedemorgen, ook fijn dat je er bent. En ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat. Ook nog even heel erg dankjewel voor de kaartjes die jullie gebrand hebben op de dag van de uitvaart van Johan, waar ik om gevraagd had. Het is allemaal heel perfect verlopen in die kleine stilte, maar de organisatie die dit voor Johan verzorgd heeft, want ik zat zelf op de boot. En ja, daar kan je ook niet zomaar even afstappen, anders had ik daar zeker naartoe gegaan. Maar goed, de bloemen zijn aangekomen en ook een kaart met een tekst en ook dat de kaarsjes door jullie gebrand zijn. Ik zelf heb een kaarsje gebrand in Duitsland. Ik ben daar naar een klooster gegaan van Hildegard van Bingen. Dat is een non die in de jaren 1100 ook mystiek was en ook al helderziend en daardoor ook bekendheid heeft achtergelaten daar in dat mooie klooster. Dan moest ik tegen een berg opklimmen en ja, niet zoals de bergbeklimmers doen, maar ik vond het behoorlijk heftig. En ze hadden het mij al verteld op de boot, maar ja, alles was daar Engels. Dus ze zeiden, it's very heavy. Ik dacht, nou, ik laat me niet kennen. Ik ga die berg op om daar in het klooster een kaarsje te branden voor Johan. Maar ik dacht dat ik die berg niet opkwam. En toen kwam er een vrouw uit Florida die ook in de groep meeliep. Want het was een pelgrimtocht. En dat is ook wel leuk om even te vertellen aan jullie. Dat het ook heel bijzonder is om zo'n pelgrimtocht te lopen. En die vrouw die zei tegen me, zal ik je insteken, uiteraard in het Engels, maar dat ga ik niet herhalen, want dat vind ik een beetje te moeilijk. En die zei tegen mij, ik heb een hartoperatie gehad en sinds die tijd heb ik geleerd hoe ik moest lopen, hoe ik moest klimmen, hoe ik mijn ademhaling kon laten gaan. En dat leerde ze mij. En zo kwamen we samen en dan uiteraard met de hele groep de berg op. Maar ik vond het fantastisch. Dus je ziet ook, ik leer dan weer van andere mensen. En boven had ik dus echt adem genoeg om daar in dat klooster rond te kijken. Ook boekjes te kopen over deze prachtige persoonlijkheid. Waar ik uiteraard nog een keer met jullie over wil gaan vertellen. Omdat het toch iemand uit de geschiedenis is die heel lang geleden heeft geleefd. En ook op haar bijzondere manier ook ja, de aandacht mag krijgen, dat ze niet vergeten wordt, dat het ook heel mooi is. Ik heb daar dus ook de kaarsjes gebrand voor Johan, voor de mensen van Dit is mijn toekomst, om ook jullie allemaal een boost te geven in het leven. Ik heb heel veel kaarsjes daar neergezet en ik heb ze ook helemaal daaruit laten branden. En dat is het mooie ervan. Dus weet dat ik jullie in alles meegenomen heb. En dan ga ik nu even kijken. Ik zie Quinlen ook een mooi dankjewel teken geven. Nou, ik zie nog geen reacties van jullie. Maar jullie mogen dus ook even aangeven wat jullie dus ook tegenkomen. Bijvoorbeeld, ik ga ook iets benoemen waar je misschien ook wel eens iets van tegenkomt. Als je als mens, we zijn allemaal mensen, we hebben ook behoefte aan andere mensen. Maar als je daarin uitblinkt, als je daarin overloopt, behoefte hebben aan contact, wat dat uiteindelijk ook kan veroorzaken, dan kan je in je leven, en daar gaat het om waar je ook over mag schrijven, je kan dus helemaal vast gaan lopen in een situatie. Het kan ook benauwend worden dat je dus ook
contacten zoek. Benauwend voor jezelf, maar ook benauwd voor de ander. Dus als je behoefte hebt aan contact, en dat is heel gezond, en daar ga je in overlopen, dan kan het zijn doordat je verwacht, je hebt verwachting van iets of iemand, iets wat je verlangt. En dan verwacht je van wat er kan gebeuren voor jou. En het is allemaal dat je die behoeftigheid daarin brengt. Als dat niet vervuld wordt, dus als jouw verlangen en die verwachting niet vervuld wordt, dan loop je uiteindelijk tegen eenzaamheid aan. Tegen eenzaamheid in je gevoel. Dan voel je eigenlijk ook zoiets van dat je er niet bij zou horen. En dat kan zijn, dat kan zich uiten in bijvoorbeeld, wat ook vanuit vroeger ook ontstaan is. Want laten we daar ook rekening mee houden dat je bijvoorbeeld het moeilijk gehad kan hebben in je jeugd of verder in het leven, waardoor die behoefte zo gegroeid is. En dan kan het zijn dat je je woede onderdrukt hebt en die woede nu eruit komt. Maar die woede kan ook zelfs nog in combinatie zijn tot zelfdestructie. En ik heb het allemaal gezien in het leven dat uiteindelijk iemand door behoeftig te zijn aan contact zich helemaal aan het vernietigen was. Door ook samen met die verbondenheid van die woede helemaal tot zo'n zelfdestructief gedrag te komen. En misschien ken je iemand in de omgeving die daar ook last van heeft. Dan zie je ook aan die persoon dat ze eigenlijk niet verder komen. Dat ze dus bijvoorbeeld steeds praten over iemand die waar ze gewoon niet mee op kunnen schieten, waar ze niet mee overweg kunnen, dat het gewoon niet lukt. En daar steeds boos over zijn van ze begrijpen mij niet, ze willen mij niet. Ken je dat? Je ziet het dan bij die persoon als een negatief gedrag. Maar wat zit daaronder? Wat zit eronder in het gevoel? Want het is heel, heel belangrijk dat we mededogen hebben met andere mensen. Dat we compassie voelen voor andere mensen. Ook al zijn ze dus heel woedend in bepaalde situaties, kunnen ze het niet aan. En ik heb het ook allemaal meegemaakt in de afgelopen tijd. Dat mensen dus ergens in vastlopen. Helemaal steeds weer in vastlopen door vasthoudend te zijn. Er niet uit kunnen komen. En daar gaat het om. Er niet uit kunnen komen om die woede los te laten. Maar als die woede dan uiteindelijk zo machtig wordt, zo krachtig, dan ontstaat er eigenlijk, doordat je die woede hebt geuit, weer even lucht. En dan zie je iemand uiteindelijk heel vrolijk verder gaan. Dan denk je, er is helemaal niets aan de hand. Het is gewoon een moment geweest. Maar ook voor jezelf, als je daar zelf last van zou hebben, dan heb je het ene moment dat je heel destructief kan zijn in je gedrag naar jezelf. Heel woedend kan zijn en door die woede kan je uiteindelijk weer lucht krijgen. Dat je denkt, ik heb het even geuit en ik kan er weer tegen. Maar je komt het iedere keer opnieuw tegen. Dan is het dus echt zaak ook om, en dan mag je ook overschrijven. En het blijft allemaal bij mij, want ik geef alleen maar de dingen neer die jij kwijt wil, dat ik daarover kan praten. Of het persoonlijk is of in een andere naam. Het mag allemaal, maar ik zal het altijd onherkenbaar houden als ik daarover praat. Maar misschien dat je nu ook iets van jezelf tegenkomt. Dat je zegt van, ik heb toch een hele moeilijke jeugd gehad. Er is veel gebeurd. En uiteindelijk word je dan gevormd naar iemand die je niet werkelijk bent. En dat hebben we allemaal, heus. Allemaal hebben we iets dat je bij je later in het verdere leven achterkomt van, hé, maar dat hoorde helemaal niet bij mij. Dat is ontwikkeld vanuit de situatie waarin ik opgegroeid ben. Dus ook daar mag je dan over schrijven. Dus alles wat je tegenkomt. En
Mag ik zeggen, wat mooi, Bettine, en zo lief, dankjewel. Nou, ik denk dat het nog over de kaarsjes gaat. En Joan, hey, goedemorgen, wat fijn dat je er ook weer bent. Ook fijn om binnenkort weer eens contact te krijgen. Want mijn buurvrouw, ik kwam een buurvrouw tegen van 97. En die was zo blij dat ze me zag op de gang. Toen zegt ze, Bettine, je gaat voorlopig niet meer weg. Nee, ik blijf. Ik ga af en toe wel een paar dagen weg. En misschien eens een weekje, maar niet meer zo lang. En dan heb ik zeker ook tijd weer even voor contacten. En Tineke, goedemorgen. Wat fijn dat je er ook bij bent. Wat leuk. Je mag ook meepraten. Ook heel fijn, Tineke. Dus kijk even van wat jij zou willen geven aan reactie vanuit jezelf. Katie zegt, ik vind het nog heel moeilijk om iemands woorden of gevoelens bij de ander te laten. Ik kan er heel erg van in de war raken. Voel me ergens tussen zitten of voel me schuldig. Nou, schuld is iets wat eigenlijk dat je zelf creëert. Want eigenlijk bestaat er ook geen schuld bij jou, Katie. Maar dat creëer je eigenlijk zelf, dat gevoel. En misschien denk je van, ja, maar ik voel me zo. Maar toch veel goed om altijd heel goed naar jezelf te kijken. En dat zegt die volle maan ook. We gaan dus heel diep in onszelf kijken en zelf zien wat we tegenkomen. En daar gaat ook deze uitzending over. Natuurlijk is het moeilijk om die gevoelens en woorden bij die ander te laten. Maar dan komen we ook bij die innerlijke autoriteit. De innerlijke autoriteit is de stem in jou van binnen. Dus innerlijk. Innerlijk is van binnen. En de buitenautoriteit is alles wat buiten jou gebeurt. En wat je ook heel vaak vergeet, en dat geldt voor iedereen, wat je heel vaak vergeet, is dat je die buitenwereld, die buitenautoriteit, dat alles buiten om je heen gebeurt. Dus dat noemen we even in het algemeen de ander. Dan kan je het ook beter begrijpen. De ander is dus die hele buitenwereld. En die ander die zegt tegen jou van wat er allemaal moet gebeuren. Dan denk je, oh jee, ik doe het niet goed. Dan ga je luisteren, dan trek je eigenlijk die stem van die ander bij jou naar binnen. En jouw innerlijke stem, die gaat dan helemaal op de achtergrond. Die kan zelfs helemaal vergeten worden. Totaal vergeten, die hebt geen stem meer. Je leeft eigenlijk, maar je hebt geen stem meer. En weet je wat dat betekent? Dat betekent voor jouw innerlijke stem een enorme eenzaamheid. Dus je komt nooit bij jezelf. Je kan ook niet voor jezelf bepalen dan wat je zou willen. En daar gaat het om. Als je dat gaat herkennen, dan ga je bij jezelf komen. Dan zeg je, ik wil uiteindelijk die innerlijke stem van mij uitnodigen. Naar me toe. En voel het maar in je gevoel. Voel even in je gevoel dat jij jouw innerlijke stem, jouw innerlijke autoriteit, maar ik noem het even innerlijke stem, omdat het makkelijker is. Jouw innerlijke stem. Zie je voor je. Je ziet bijvoorbeeld een heel mooi lichtwezen staan. Dat is jouw innerlijke stem. En je vindt die stem eigenlijk heel bijzonder. Maar je durft niet goed, want daar buiten staat die ander die steeds bepalend is over jou. En dan zeg je, die ander heb ik nu niet nodig. Die mag buiten mij blijven. Ik verlang ernaar om mezelf te leren kennen. Om mezelf waardig te vinden. Je eigen waarde, want die kan ook ver weg zijn. Ik voel mezelf waardig om een eigen stem te hebben. En dan ga je die stem vragen, dat mooie lichtwezen die je ziet als die stem van jou, ga je uitnodigen om naar je toe te komen. En hoe belangrijk. Dan heb ik het uiteindelijk over een subpersoonlijkheid. Dus in iets in jou wat ontstaan is door alles wat er gebeurd is in jouw leven. Jouw innerlijke stem is op de achtergrond gekomen. Dan kan je zien en met behulp van een lichtwezen wat ik laat zien is het makkelijker om die stem
uit te nodigen. En die stem is dan ook heel blij dat die bij jou mag zijn, want die hoort bij jou. Je bent geboren met bestaansrecht. Als je geboren bent, heb je bestaansrecht, want je bent er. En ook die innerlijke stem die voor jou bepaalt wat jij wilt. En dan hoef je niet overdreven te doen, zoals misschien mensen doen die zeggen van, nou, ik ga het alles uitvoeren in wat ik bepaal. Nee, zo is het niet. Het is echt vanuit liefde jouw eigen innerlijke stem gebruiken. En je kan vanuit liefde en zachtheid en met mededogen, met compassie, kan jij die eigen stem laten bepalen. En dan groei je tot een innerlijk mooi wezen. Het wezen die jij eigenlijk oorspronkelijk ook bent. En niet eigenlijk, je bent dat oorspronkelijk. Maar dat is ver weg. Omdat je uiteindelijk door menig systeem anders bent opgegroeid. En dat kan ook zijn door het familiesysteem. Het familiesysteem, je wordt geboren. En natuurlijk word je geboren met een eigen ziel. Die dus verschillende dingen mee hebt gemaakt. Maar in het familiesysteem, je wordt geboren met ook dat DNA vanuit de familie. Dus alles wat in het familiesysteem gebeurd is, kan een invloed hebben hoe jij verder ontwikkelt. En daar zit ook heel veel wat we nog samen op kunnen lossen. En werkelijk, het is op te lossen. Het is iets waardoor jij in de ruimte kan komen, in de ruimte van jezelf, als je dat werkelijk wil. Want er zijn ook tegenstellingen. Als je geboren wordt, dan word je uiteindelijk geboren op aarde. In de dualiteit. En de dualiteit betekent dat je altijd ook een tegenstelling hebt. Dus eigenlijk mag je dan ook gaan voelen wat daar ook onderliggend gebeurt. Als jij zegt van, ik wil vrij zijn, ik wil ruimte, voor mezelf. Maar dat dan die onderliggende stem in jou, waardoor je uiteindelijk het DNA vanuit het familiesysteem kan hebben, of wat op de ziel nog ligt, wat in karma opgelost mag worden, dan kan die onderliggende stem dat ook tegenhouden, zeggen, nou, je wil ruimte, maar liever niet. Dus laat het maar zoals het is. Herken je dit in jezelf? Dat je wel eens denkt van, oh, ik hoef allemaal niets, ik hoef het allemaal niet te leren, wat allemaal nu gezegd wordt, het is allemaal te moeilijk, want dan wordt het één verteld en dan wordt het ander verteld en waar moet ik dan werkelijk naartoe? Het gaat om jouw eigen stem, jouw eigen innerlijke stem, die gaat zeggen wat jij wilt. En dat is dus ook om heel diep in jezelf te gaan voelen. Weet je dat je allemaal een stille kracht in je hebt? Een stille kracht die heel diep zit. En als je daar in stilte in een meditatie naartoe gaat, dan zeg je van, ik ga even naar mijn stille kracht. En ik ga voelen wat ik werkelijk wil. Die stille kracht, die ligt zelfs onder alle emoties. Want als jij emotioneel bent en je zegt, ik kan het leven niet meer aan, ik kan dat niet meer aan, ik word het helemaal moe, ik kan er niet meer tegen, dan is het juist zo belangrijk om naar die stille kracht te gaan. En die stille kracht, omdat die onder die emoties ligt, kan je alleen maar bij jezelf blijven. Zodat die emoties ook langzaam opgelost worden. En je ook niet zo heel emotioneel hoeft te zijn, niet helemaal uit je doen hoeft te raken. En natuurlijk zal dat ongetwijfeld een keer gebeuren, dat je het helemaal even niet meer ziet zitten. Maar als je maar weet dat je heel diep onder in je lijf, in je onderste chakra, die onderste basis, een stille kracht hebt, waar je naartoe kan, heel dicht bij jezelf. We gaan straks ook naar de essentie. Naar het wezen, wie jij werkelijk bent. Het oorspronkelijke licht zal er zijn. Je zal merken in de healing en ook beleven in de healing wat zo bijzonder is. En
Wat ik ook heel fijn vind, wat jullie ook vaak doen, schrijf ook naar hetzelfde e-mailadres support@ditismetoekomst ook je belevingen vanuit de healing. Want ook daar kan ik iets mee. Dat je wel schrijft welke het was, dus vandaag het oorspronkelijk licht. Het oorspronkelijk licht benoem je dan, dus onthoud dat ook even, hoe die heet of de datum. Dat je zegt van nou, ik heb in ieder geval de datum, ik weet het niet meer, maar de datum weet ik. Dan kan ik ook naar wat jij beleefd hebt, naar die healing, ook even een klein stukje teruggaan. Ik kan het niet helemaal meer herinneren, maar doordat jij schrijft, zal ik dat zeker weer naar boven krijgen. En ook de lichtwereld helpt ermee. Maar dan kan ik daar ook iets heel moois ook weer uithalen om weer te vertellen en door te geven aan andere mensen. Dus zo gaan we ook de compassie vinden, ook voor anderen. Voor iedereen die bij Dit is mijn toekomst zich aansluit en ook meeluistert, meedoet met de uitzendingen en ook regelmatig aanwezig is. Dat is ook heel fijn, dat schept een band, dat maakt verbinding. En laten wij dus ook met elkaar ook steeds weer in verbinding gaan met iedereen van dit is mijn toekomst. Dat maakt dat je niet alleen bent. Dat maakt ook dat je je niet behoeftig hoeft te voelen. Maar dat je weet dat er iemand is die altijd ook er voor jou is. Dat er ook altijd begeleiding is. Begeleiding van, je ziet ze voorbij gaan ook. Mijn liefdevolle collega's die er ook altijd voor je zijn met een luisterend oor. En ook nu met die volle maan, dat de astrologen ook op de telefoonlijn zijn, die je dan even kan bellen om daar ook weer wat meer over te horen. Want ik ben zelf geen astroloog, maar ik vind het ontzettend boeiend om daaruit iets te horen. En dat is ook heel bijzonder als je een klein beetje weet van wat bij jou speelt. En natuurlijk ook de mediums, de paragnosten, die kunnen invoelen en ook met jou zeker op weer een andere manier, maar ook heel diep kunnen voelen wat er oorspronkelijk bij jou speelt. Dus optie 1, lieve mensen, kan je ook bellen naar mijn collega's. En ik ga even kijken, want nu schrijven jullie ook en hele teksten. Dus ja, dat wil ik even niet overslaan. Wat bijzonder. En ook vanuit de regie krijg ik dat er een mooi team van coaches, mediums en paragnosten voor jullie klaar zijn op ditismetoekomst.nl/coaches. Dus kijk even onder het kopje coaches weer ingelogd zijn. Nou, ik had het er juist over, maar ik wil het toch ook even herhalen. En ik zie menigeen voorbij gaan, maar kijk even zelf, want dan zie je ook wie op dit moment beschikbaar is en wie voor jou ook iemand is die de uitstraling heeft wat op dat moment met jouw vraag bij jou hoort. Tineke zegt, goedemorgen Bettine, mijn broer had dat totdat de dood erop volgde, ondanks alle hulp. Deze mensen zitten in een heel donkere plek, zeker voor de naasten en vrienden, schuldgevoelens bij overlijden. Oké, dat gaat dus over mijn verhaal, neem ik aan, Tineke, van zelfdestructie en ook die woede. Ach, jeetje, wat raakt dat? Maar dank je wel, dank je wel. Ik hoop ook, lieve Tineke, dat je dat ook even naar support schrijft, want ik kan nu die tekst niet vasthouden, maar ik vind het heel fijn dat ik daar ook later nog op terug mag komen, ook over jouw broer. En dat je ook even zijn naam schrijft, zijn geboortedatum. En dat ik, dan zal ik ook een andere naam kunnen gebruiken, maar sowieso dat ik daarover vertel. Maar wel eens even zijn naam en geboortedatum. Je mag ook de datum schrijven dat hij overleden is, om even een inzicht te krijgen over wat ik kan betekenen voor jou.
wat ook jou weer zou helpen. En weet dat in het familiesysteem ook helpt om juist degenen die overgegaan zijn ook vrij te laten komen daarvan. Dus Tineke, zie heel graag ook jouw brief, jouw mail tegemoet. Tineke zegt, je hoeft je niet schuldig te voelen. Blijf bij jullie ware zelf. Nou, dat is ook een hele mooie, Tineke, want het is inderdaad, schuld hoeft niet gevoeld te worden. Het is heel belangrijk dat je weet dat alles wat gebeurd is, ook schaamte, schuld, dat het helemaal niet nodig is. Wij creëren uiteindelijk dat zelf. Wij bedenken zelf. Want we denken allemaal, hey, er gebeurt zoveel bij ons, maar hoe vaak bedenken wij niet de dingen? Hoe vaak bedenken wij niet ook de erge dingen erbij als er iets gebeurd is? Dat we helemaal van slag zijn en van alles erbij gaan halen. Maar dat bedenken we en dan maakt het ook allemaal veel erger. En dan komt er ook een gevoel van schuld, wat wij dus daar ook in bedenken. Misschien moeilijk om even te bevatten, maar het werkt wel zo in het leven. Quinlan zegt dat zelfdestructieve heb ik wel vroeger gehad. Proberen ergens bij te horen wat niet lukte. Ik heb uiteindelijk geleerd mijn eigen beste vriendin te zijn. En dicht bij mezelf te blijven. Van daaruit begon een echt contact met mensen om me heen. Maar ik kan ook heel goed alleen zijn, dan voel ik me één met al. Nou, je bent in ieder geval heel ver gekomen, Quinlan, en dat is heel belangrijk, maar ook voor jezelf erkennen wat bij jou speelde. En ook, wat heel belangrijk is, eerlijk zijn naar jezelf. Durf voor jezelf in ieder geval te bekennen. Het is helemaal niet makkelijk om te zeggen van, hey, ik heb daar zelf ook last van zelfdestructie. Maar heel moedig van jou, ook om dit te schrijven. Quinlan, dank je wel. Mag te zeggen, wat wordt er weer aangeraakt? Heel verdrietig nu en begrijp niet eens wat me zo raakt. Nou, dat is al een hele goeie om ook te schrijven, Magda. Want misschien komen we er in de uitzendingen achter ook van wat er nu is, wat van binnen speelt, wat jou zo raakt. Maar iets is er in jou en dat is waarvoor wij de waarnemer gaan leren kennen. Een waarnemer is eigenlijk iemand die in jou is, die eigenlijk dieper kijkt. Dus dat heeft ook weer met de subpersoonlijkheden te maken, dat het belangrijk is, voor iedereen geldt dat, om naar binnen te kijken. Je kijkt nu, Magda, en je zegt, ik weet niet wat me zo raakt. Maar probeer eens naar binnen te kijken. Even nu naar binnen te kijken. En alleen maar te voelen. Te voelen, waar komt dit vandaan? En zonder oordeel. Want als we er een oordeel op zetten van, oh, maar dat is dat en dat is toen gebeurd en dat was zo. Dan gaan we een oordeel erover geven en dan ga je vastzitten in die situatie. Dus geen oordeel, alleen maar kijken en weten van, oh, oké, ik voel wat mij aanraakt. Maar we gaan dieper kijken. We kunnen natuurlijk ook een telefoongesprek daarover hebben, want misschien is het wel zo diep dat ik je kan helpen, ook telefonisch daarmee. En dat geldt voor iedereen, dat ik dus de komende tijd ook weer probeer in de avonden, zo rond een uur of 7, 7:30 op de telefoonlijn te zijn, om even jullie ook te horen van wat jullie nodig hebben, ook om in de diepte te gaan van jullie zelf persoonlijk. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik vertel veel in de uitzendingen, tenminste ik hoop dat er ook veel ook bij jullie aankomt. En misschien soms maar één dingetje wat je zegt van, hey, maar dat pik ik eruit, dan is dat net genoeg tijdens zo'n uitzending. Maar dat maakt ook dat iets wakker gemaakt wordt, in jou wakker geschud wordt van, hey, daar mag ik naar kijken. Want dat is waardoor je gaat waarnemen. Je gaat uiteindelijk voelen van, hey, maar dat wordt aangeraakt. En dat, daar zou ik dus ook aan mogen werken. En dat speelt bij mij, dus daar moet ik iets mee. Want anders ga je niet verder.
Als er niets gebeurt met jou, dan ga je ook niet verder kijken. Dan leef je eigenlijk een leven van, nou ja, ik leef, maar voor de rest niets. En jullie leven is zo waardevol. Door het ook een mooi iets te geven. En dat is niet altijd makkelijk, maar het wordt mooier en makkelijker doordat je uiteindelijk ook een doel gaat krijgen om bewust te worden van wat er gebeurt. Dineke zegt, wens jullie een fijne dag, geniet van de zon, ik ga lekker wandelen, ik moet werken, wat ik ook graag doe. Nou, dat is heel fijn, Tineke, en graag tot ziens weer in de uitzending op Facebook. Heel fijn dat je er ook even bij was. Wim zegt, die praat even naar Katie. Weet, lieve Katie, er is niemand zo belangrijk als jijzelf. En weet, je houdt van jezelf en ook je hebt bij alles wat je doet geen toestemming van anderen nodig, want je weet wie en wat je bent. Je bent een mooi, lief mens om van te houden. Nou, heel mooi, Wim. Tineke zegt, zeker voor zijn zoons. Ik heb hem ruim 2 jaar in huis genomen na zijn scheiding. Maar ik heb geen schuldgevoel eraan overgehouden. Ik heb mijn best gedaan en meer dan dat kan je niet doen. Dat is een hele goeie wat je nu ook stel, Tineke, dat je hoeft nergens een schuldgevoel over te hebben. Ieder doet wat hij kan en het is wat niet mogelijk is, kan je ook niet doen. Dus dan heb je ook geen schuldgevoel. Je doet het nodige en er zijn ook andere mensen die ook kunnen helpen. Dus niet één persoon hoeft daar de verantwoording in te nemen. En dat is ook wat wij mensen vaak doen, jij gelukkig niet. Dat je zo verantwoordelijk kan voelen voor die ander. En dat is ook een heel mooi thema om ook een keer een uitzending over te geven. Over die verantwoordelijkheid die mensen voelen. En waar dat naar kan leiden als je zo veel verantwoording voelt. Dus ook uit jouw tekst, Tineke, haal ik ook even voor de anderen. Om even aan te geven wat jij goed hebt gevoeld. Je hebt geen schuldgevoel aan overgehouden. Want je hebt gewoon gedaan wat je kon. En dat is goed. Gewoon goed. En jullie geven ook allemaal weer even aandacht voor elkaar. Wim zegt dat hij gedeeld heeft. Nou, dat is ook heel fijn. En ook door de regie wordt dankjewel gezegd. Wim, want het is heel belangrijk, lieve mensen, dat jullie de stream delen met elkaar. En heel veel mensen doen dat ook automatisch. En dat zou ook fijn zijn als jullie dat uit gewoonte trouw ook zouden kunnen gaan doen. Even delen, de stream delen met andere mensen. En vanuit, even kijken, oh nee, dat zie ik verkeerd. En Katie zegt, ik voel emotie bij je verhaal, verdriet en blijdschap. Ik wil graag mijn innerlijke stem vinden om helemaal mezelf te kunnen blijven. Mijn zelfvertrouwen. Dus je voelt emotie in wat ik vertel in de uitzending, begrijp ik. En er komt dan verdriet en blijdschap. Nou, dat is goed, want uiteindelijk staat verdriet en blijdschap ook heel dicht bij elkaar. En je innerlijke stem vinden om helemaal bij jezelf te kunnen blijven. Het is heel fijn om je innerlijke stem te leren kennen, om te weten dat hij er is. We hebben hem allemaal. Alles is ook in je, maar we zijn het kwijtgeraakt. En dan zie je ook weer, als je die subpersonen ziet, zie je die bus met de chauffeur. Er zit iemand aan het chauffeur, aan het stuur. En ja, dat ben jij dan niet zelf, want je zit ergens in die bus. Terwijl je eigenlijk aan het stuur zou moeten zitten van al jouw subpersoonlijkheden. Dan heb je de regie over alles wat er bij jou van binnen gebeurt. En dat kan je ook zien, dat jij dan ook zelf kan bepalen jouw eigen innerlijke stem. En ook niet meer met de buitenwereld hoeft mee te gaan. Alles wat in de wereld gebeurt, we kunnen er niet iets mee. We kunnen er naar kijken, we kunnen
ermee meevoelen. En natuurlijk is het intens verdrietig over de dingen die we vaak zien. Maar we kunnen niet iets bij de ander veranderen. Alleen bij jezelf. En als de buitenwereld dan tegen jou zegt, je zou dit of dat moeten doen. Dat is dus de ander, wat ik dus uitgelegd heb als de ander. Dat kan iedereen zijn, dat kan zelfs ik zijn. Ik ben de ander voor jou. Dan kan het zijn dat je zegt van, hé, maar ik bepaal zelf wat ik voel, wat ik weet, wat ik wil. En dat is niet uit een gevoel van machtsvertoon, van ik ga het nu zelf allemaal regelen, bepalen. Nee, vanuit liefde, vanuit compassie, je innerlijke stem, vanuit rust, vanuit de diepte, de stille kracht, vanuit jezelf. En dan kom je bij het wezen in jouzelf, op den duur. Het gaat nooit in één keer, maar vandaag gaan we kennis maken maar met het wezen in onszelf. Om te weten waar je naartoe mag, daar gaat het om. Dat je weet hoe je mag groeien naar dat stukje. En de groepsessielijn is zelfs al geopend. Het oorspronkelijk licht zal het licht zijn wat jij in wezen toebehoort. Waar jij vandaan komt. Wat er uiteindelijk voor jou is. Wat jou heelt. Wat jou in je eigen recht zet. In je bestaansrecht. In alles wie jij bent. Dat licht. Dat oorspronkelijk licht. Is het licht van jouw essentie. Van jouw essentie. En ook jouw eigen, jouw diepste en onveranderlijke natuur. Kan je dit voelen? Jouw eigen wezen, jouw essentie, het meest belangrijke in jouzelf. Als je dat jezelf gunt, dan stap je nu in. Dan bel je het nummer wat onder in het beeld staat, 0909-8070. En je kiest voor optie 5. Lieve mensen, de groepsessielijn is geopend. Je kan binnenkomen. Als je belt, kom je binnen in poort 5. Ik noem het altijd poort 5. Poort 5 is de poort van het mens zijn. Van het mens in jou. Het wezen in jou, wie jij bent. En daar komen 2 lichtmeesters die jou ontvangen. Die komen bij jou samen. In jouw vertrek, waar jij bent, in jouw huiskamer, komen jou helpen om jou te begeleiden, te ondersteunen in alles wat je in de healing hoort en denkt vergeten te zijn of denkt niet gehoord te hebben. Dat je dus weet, hé, ik word nog gesteund, dan kan ik me weer even herinneren van dat, wat het was. Dus je gaat mee in de healing zometeen. Je gaat luisteren naar mijn stem en dit keer even mijn stem om jouw innerlijke stem te leren kennen. Ik ga hem zeker erin meenemen, want jullie vinden dat ook heel belangrijk. En wie jij werkelijk bent, daar hoor je jouw eigen stem bij, jouw eigen wezen. Dan ga je mee, je wordt in vervoering gebracht, uiteindelijk in een lichte trance. En uiteindelijk worden ook je chakras geheeld en ook je meridianen. Om die doorstroming in je lichaam goed te laten functioneren. Zodat jij meegaat straks naar een hogere trilling in de bovenwereld. Naar een hogere dimensie. En daar de lichtmeesters ontmoeten die er voor jou kunnen zijn. En ook het wezen, jouw lichtwezen, jouw eigen wezen te ontmoeten. Samen te smelten met jouw eigen wezen, die je misschien wel helemaal vergeten bent, dat die bij je hoort, dat die jou het licht brengt en helemaal samen te smelten met de essentie, jouw onveranderlijke natuur, het wezen wie jij werkelijk bent. En als je dat voelt waar je naartoe mag, dan voel je dat er mededogen is. Voor jezelf, die je ook helemaal vergeten bent. Je kan bepaalde
persoonlijkheden die bij jou horen, die jou tot één persoon maken. Want uiteindelijk leven wij allemaal met bepaalde eigenschappen in onszelf, waarmee we al geboren worden door de DNA vanuit het familiesysteem. Maar ook die helemaal bij jou horen, die jou jouw eigen ik maken. Maar sommige zitten zo diep in jou verscholen, waar je niet mee bijkomt, dat je vergeten bent. En als je die uiteindelijk kloppen in jou en voelen in je lichaam dat er iets gebeurt, wat uiteindelijk in een opstand komt, die erbij wil horen, maar geen kans krijgt. Kijk, die ga je ontmoeten door dat licht. En dat is nodig om helemaal weer jouzelf te kunnen zijn. Dat je voelt dat er heel veel gebeurt. Dat je zegt van, ik ben blij met mezelf. Ik ben blij zoals ik nu mag zijn. En wat verandert er? En er verandert ook iets in die pijnen. Natuurlijk mogen ze uitwerken. Natuurlijk zullen wij de komende tijd ook nog wel wat dingen voelen. Zeker, dat kan ik ook niet zomaar onveranderd laten. Want wat in je lichaam vast is gaan zitten, mag eruit. En je lichaam gaat daarin werken. Dus af en toe voel je trillingen. Je voelt af en toe even een stroefheid in je lichaam. Of je voelt weerstand. Dat je voelt, je staat op. En je kan je eigenlijk moeilijk bewegen. Dat je denkt, oh, ik moet weer helemaal op kracht komen. Dan komt er weer wat weerstand in je lichaam. Maar als je eenmaal zo ver bent dat je dat licht wezen in jouzelf ontmoet hebt, daarmee samen mag smelten, dan weet je dat je daar naartoe kan groeien. En dan gaat jouw leven steeds meer door bewustwording, dus een doel hebben in jouw leven, steeds meer naar het wezen om te vereenzelven daarmee. En alle zwaarte waar jij mee zit, ga je dan ook steeds meer door die waarnemer in jou, die heel belangrijk is, ga je herkennen en kan je ermee omgaan. Het leven wordt makkelijker. Je krijgt eigenlijk meer zicht op alles. Maar gebruik ook die waarnemer waar ik al over gesproken heb. Je kan nog instappen en je belt het nummer wat onderin het beeld staat en je kiest voor optie 5. En als ik de healing doe, ook straks, zijn ook mijn mooie collega's nog steeds aanwezig op optie 1. Dus je kiest ook weer het nummer onderin en kies voor optie 1. Dus heel veel mogelijkheden. Ik hoop jullie uiteraard ook zometeen in de healing te ontmoeten. Het oorspronkelijke licht. Het licht wat jij oorspronkelijk bent. Waar jij vandaan bent gekomen. Wie jij mag zijn. We zijn allemaal op aarde gekomen met eigenlijk een pakketje wat je eigenlijk helemaal mag gebruiken in dit leven. Maar waar alle moeilijkheden in zitten die je tegenkomt en waarin je vastloopt. En juist als je dus met dit eigen wezen in contact komt, mee samen kan smelten, dan voel je waar je naartoe mag. Dan kan je voor jezelf meer keuzes maken. Je voelt dat er licht in je is. Je voelt dat steeds meer van alles waar je me over gaat schrijven, van wat jou bezighoudt, wat je steeds tegenkomt, dan ga je steeds meer inzicht krijgen. En ik ga er met heel veel liefde en plezier ook mijn uitzendingen over uitvoeren wat jij schrijft. Dus blijf schrijven naar support. Dit is mijn toekomst. En ook wat jij beleeft vandaag ook in de healing. En soms als ik iets vertel, zal het ook kunnen dat ik zomaar onverwachts jou een kaartlegconsult geef in een uitzending. Waar mede door het verhaal wat jij vertelt, vanuit de healing, vanuit wat voor jou steeds weer, wat je steeds weer tegenkomt. En ook wat er nu in de healing gebeurt, wat je nog meer in het verhaal laat zijn van, hey, maar hoe kom ik daaruit? Ga ik daar ook een uitzending over brengen? Om de mensen samen met jou te laten kijken van wat allemaal mogelijk is. Dan weet ik ook wat er bij jullie speelt. En mag nog 1 minuut. Ook bellen op de telefoonlijn. Boxnummer 229.
als ik aanwezig ben, ook in de avonduren en soms op de dag. Ik ga afscheid van jullie nemen, in ieder geval in de uitzending, maar ik blijf natuurlijk op de telefoonlijn aanwezig nu voor de healing. Dus stap nog even in, het nummer staat onderin, je kiest voor optie 5 en ik hoop zo echt dat jij erbij bent. Ik wens jullie een hele fijne dag en zo blij jullie weer te zien en zometeen ook te horen in de healing. Tot gauw en ja, geniet van een mooie dag. Tot zo, dag.